Doe één ding niet. Of je geeft aan mensen geld, ja. of je geeft het aan en je zegt: hé hey vriend, hier heb je het, of niet. Altijd ruzie broer. Laat het, nee ik hoef je geld niet. Zei, nou, je hebt het. <laughs> en dan zeiden ze, er nu een jongen die net begint. Naiman Asmanali. Ze dus konden niet eens mijn naam uitspreken. <laughs> ja, dan ben je onzeker. Dan denk je, oh fuck ik moet snel een grap maken. Terwijl hun opkwamen en alleen maar hoefden doen. <laughs> dus hij zei, je moet automonteur worden. Allemaal, oh, ik heb twee ooms daar, die hebben daar allemaal garages. Toen zei mijn vader, moet ook uh, werken met varkensvlees?" Zei die man, ja zeker, zei hij. Oh nee, dat kan niet, nee nee. Kom, zegt hij, we gaan. Nou, wegdroomkok. Ik, ik had vroeger, dat schaam ik me ook niet voor... had ik niet het geld voor die hele dure horloges. Kocht ik de imitaties. Bro, één op één. Broer, ik, ik liep erbij dat je denkt van... is je stiliste dood of zit hij in... Ik was niet van de mode. Terreur wordt sowieso niet goedgekeurd in, in, in de islam. Terreur. Welke vorm van terreur dan ook. We sluiten ze af van water. Van, dit, dit, is, dit kan niet. Dit is, dit, er, zijn ook, er zijn ook regels om oorlog te voeren. Die zijn er ook. En het is dan, precies hetzelfde dat je... Burgers niet dood, dat je water, dat je elektriciteit niet afsluit. En dat gebeurt wel. En de hele wereld kijkt toe en dat maakt me zo kwaad. Hey, what up? It's game, man. Nando Hey, what's up? Yo, this is 50 Cent. Hey, this is Rihanna Fernando. Yo, Fernando. What's up? TJ Challenge. Hey, what's up, everybody? This is J. Palby. Nando Leaks, okay? Fernando. X is in that station for a reason, baby. I I Nando Real dog. Yeah, what up, je boy Fernando, a.k.a. Mr. Keeper, Hard Keeper, Banger. Welkom bij een gloednieuwe podcast, Real Talk. De podcast over motivation, growth, ontwikkeling. Hey, alles wat je wil weten over je favoriete artiesten. Het is een persoonlijk gesprek, dus we voeren heen en weer gesprekken. Uh, maar het mooie is, jij kan ook bepalen wie er langskomt. Reageer gewoon, laat het hieronder zitten. Weet je, vul het allemaal in. Like, subscribe. Er zijn mensen die het moeilijk vinden om op de like-knop te drukken, of de subscribe-knop. Maar laten we het kanaal samen groter maken. Dit kanaal gaat over liefde, gaat over motivation. Dus laten we de culture groter maken. Dat is waarom we dit maken. Dat is real talk, oké? Okay? Nogmaals, like, subscribe. En laten we de channel alleen maar beelden. We hebben heel veel grote mensen al hier in de beelden gehad. De man die ik vandaag in de beelden heb, hij is een legend. Kijk, je kan zeggen wat je wil, maar hij is een legend. Ik hou van hem. Ik heb hem off-cam en on-cam, blijf ik het zeggen. Hij is one of the realest in the game. Super creatief. Die man on stage, ja, je houdt het niet zomaar 30 jaar lang vol. Dit jaar voert hij ook nog eens een 30-jarig jubileum. De legend, de myth, top cabaretier, multitalent, drummer, alles in één... Najib Amari in de beelden. Najib Bro's Yes, bro. Wat een, wat een aankondiging, man. It's facts, bro. Facts. Ja, maar toch, man. Als ik dat zo hoor, denk ik zo. Ja, Schrik je daar ooit nog van? Of dat... Ja. ja? ja, ja, ja. Nee, het, bl het blijft gewoon gek dat je denkt: 30 jaar. Ik ben al 30 jaar bezig. Ja. Waarschijnlijk jouw kijkers zijn nog niet eens 30 jaar. Ja, en die moeten dat... nog verwekt worden. <laughs> <moet het doen. laughs> nou, maar, vliegt. De tijd vliegt, man. Ja. Daarom kan je we zorgen dat uh, die filmen waar je speelt, dat je de hoofdrol hebt. Ja. Heb je? Ja. Want voor ja. je weet is het voorbij. Ja. ja. Maar mooi om te zien zeg maar, dat je wel er nog bent om dat allemaal zo mee te maken. Want een, je hebt heel veel mensen hun harten geraakt over de jaren heen. Als cabaretier, als mensen. Als, en als ze toch naar je show komen, krijg je nog steeds hetzelfde kick en vuur in je. als je op het podium staat als 30 jaar geleden? Ja, absoluut. absoluut. Ik, 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 wat, wat ik nu doe in mijn show is: uh, het licht gaat aan en ik loop even de zaal in. om te kijken wie mij al 30 jaar volgt. En het gekke is: ik gok dan, hè? Ik zeg. Jij, jij bent vaker geweest? Ja? Ja? <laughs> ik zeg ja, dat weet ik. Dat is pure gok, pure, dat ik dat aanvoel. Ja. En er zijn mensen, ik zeg: Het is jouw eerste keer, hè? Ja, 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 ja. Ja, ja en dat klopt ook heel vaak. Ik weet niet, het is, het is, het is een. Ja, ik noem, het, ik noem het, je bent gezegend. Ik bedoel, het is niet allemaal vanzelfsprekend. Uh, het is niet uh, omdat je uh, heel goed bent of uh, de beste bent. Nee, het is, je, je bouwt echt een, een band op met je publiek. En wat mensen ook vaak zeggen is ja. Het is alsof ik bij jou in de, in de, in de, in de kamer zit. Weet je wel. Ja. Dat is ook mijn manier van praten. Het gaat puur over mezelf. Tenminste, het gaat veel over mezelf. Over mijn leven. Hè, en hoe ik tegen dingen aankijk. Maar op een. Uh... Ja, hoe moet je het zeggen? Kijk, je hebt soorten cabaretten, je hebt actualiteiten, je hebt absurdistische. En bij mij is het toch, ja, dit, dit is mijn leven en hoe ik naar de wereld kijk en hoe ik naar Nederland kijk. En natuurlijk zelfspot. Ja. Weet je, ik ben opgegroeid met, met Eddie Murphy en Richard Pryor. Ja. En, uh, ja, weet je, toen ik dat zag, dacht ik, wauw man, dat is echt. Uh, Was het ook toen je echt... dacht, ik wil dit ook, toen je dat op de tv zag? Toen ik, toen ik Eddie, toen, bij, bij Eddie Murphy herkende, ik gewoon de verhalen van, van hoe het thuis ging en de armoede. En dat er af en toe wel eens met uh, uh, een losse hand werd geslagen om dingen ja. om, ja, om recht te krijgen. Ja, ja om de, te om de trein weer op de spoor te krijgen. Ja, precies. Maar dat <laughs> ja. waren allemaal dingen die ik gewoon herkende, snap je? Ja, ja. En hoe hij in, in, het, in het leven stond en in de maatschappij. En dat was, ja. Maar nooit wetende, ik word een stand-up comedian, want ik dacht dat is Amerikaans. Dat kwam pas veel later, toen ik de comedy train zag in 19. 94, ja, ja, toen zijn we naar een voorstelling geweest met Jeffrey spalburg die kende het al een beetje. En toen zat ik daar en toen zag ik Theo Maas, Hans Theo, rolheertje Erik van Sauwers, en, en die hadden het allemaal over zichzelf, weet je, en over de wereld en het zelfspot. En toen zat ik te denken, ik denk, hé, hey, het is nog helemaal geen Marokkaanse comedian. Dus ik ben gewoon op ze afgestapt. Ik zeg, Doen jullie audities? Ja, zeggen ze, En daar heb ik auditie gedaan en uh, ja, het was voor hun al klaar van dit is een comedian, dit is een verhalenverteller. Ja. Nou, voor mij niet, want ik was opgefokt, want ik dacht, wat? Maar ik moest van het podium af. Want er was auditie en toen stond Hans Theo. Die zegt, Najib, nog twee minuten. Maar ik zeg, ik ben nog niet begonnen. <laughs> maar ik was ook nog niet begonnen, want ik zit alleen maar improvisatie. Ja. En dat was al leuk. Ja. Toen ik zeg, maar ik ga nu beginnen. En toen pakte ik een papiertje erbij met grappen die ik had opgeschreven. En toen uh, zei hij, nee, nee, maar ander moet ook nog. Ik zei, ja, maar ik ga niet weg. Ik zei tegen die mensen, moet ik weg? En die mensen, nee. Toen kwam hij naast me staan. Nee, nou is het genoeg. <laughs> Zo heeft Hij ja, probeerde je gewoon te intimideren weg ja, te gaan. Ja, het was gewoon klaar, weet je wel. Het was gewoon, je hebt een bepaalde tijd. En die tijd was op. Ja. En, uh, en toen dacht ik nog, nou, wat een mafkees hier ook. Ik word gewoon van het podium afgehaald. Ja. Maar voor hem was het duidelijk van, ja, met deze jongen gaan we door. Mooi, dus eigenlijk, man. toen is dat eigenlijk ontstaan. Want, ja, wat weet ik nou van cabaret of van ja. comedy, weet je wel. Ik, maar het, is gewoon, maar het is gewoon een expres vanuit je Want je hebt daar geen les voor gevolgd. Geen nee, studie. Nee, nee, ik, heb, ik niets... heb toneelschool gedaan, dus ik ben afgestudeerd acteur. Maar ja, de rollen moeten nog komen, zeg maar. <laughs> weet je, het waren wat stereotype rollen. En uh, nou ja, af en toe werd je gebeld voor een auditie. Dus ik dacht, ja, als ik hierop ga zitten wachten. Hè, om, om hiervan uh, te leven, ja, dan gaat het me niet lukken. Ja. Dus ik weet je, ik kan bijna op, op twee handen tellen hoeveel audities ik heb gedaan in ja. 30 jaar tijd. Maar het stand-up, dat ging wel goed. Want je werd gewoon gevraagd om optredens te doen. En dat was nog klein, hè. was in kleine zaaltjes, op festivals, op podia's. Samen met Jeffrey Spalburg is eigenlijk ook al de basis gelegd voor het presenteren. Wij presenteerden op festivals. En dan kregen we, weet ik weet veel, 500 gulden. Dat werd nog zo zwart uitbetaald ook. Ja. Maar daar presenteerden we. En wat deden we dan? Als er een act uh, nog niet klaar was, gingen we het podium op... En deden we grappen en deden we wat raps. en we repten toen ook nog en we deden gewoon gekke dingen. Er was er bijvoorbeeld een kind was zoek, of nee, een kind was niet zoek, maar de, die was zijn ouders kwijt op ja. een festival. Ja. Nou, dan gingen we dat kind omhoog tillen. Ik zei, dames en heren, het kindje zoekt zijn moeder. Ik zeg, hij stinkt een beetje, dus haal hem snel op. Dus met grappen en, en dat ja. soort dingen hadden we een soort van, uh, dat was dan met z'n tweeën, hadden we een soort van interactie met z'n tweeën. Ja. En we hadden het ook over ons Surinaams zijn en over ons Marokkaans zijn. Dat was in die tijd. Uh, ja, dat was echt heel veel festivals. 5 mei festival, uh, Rotterdam festival, kinderfestival. Ja, gewoon overal waar ze ons vroegen, gingen ja, heen. Ja, ja. want ik weet nog, ik, ik zag jullie voor het eerst in, uh, bij Kunstbende. Kunstbende, ja, ook. We, weet een... je hoe we bij de Kunstbende zijn geweest? Nee. De Kunstbende was gewoon bezig en toen zagen we daar uh, de organisator. Toen, zijn gewoon, toen het klaar was, toen een applaus, uh, ja, dag, tot ziens, zijn we over het podium heen gegaan. Zijn we gewoon backstage gegaan. En we gewoon gezegd hey wij zijn twee aankomende acteurs en comedians en wij rappen toen ging je Jeffrey deed een rap zeiden oh oké okay, ja nou, kijk wel we zullen heel graag presenteren ja. zo zijn we erin gerold wow. de brutaliteit om gewoon ja. hier ben ik te zeggen en dan ja. doe je eerste solo voorstelling volgens mij in 1999 volle. jou? ja, vol. ja. Um, want we zien je dan ons stage ding doen maar is het, zit daar veel werk in is het, Want het wat is wel spannend je eerste solo voorstelling ja. Naar nou, mijn eerste solo, kijk, ik was al vanaf 1994 bezig. Dus ik had al heel veel materiaal opgebouwd. Ja. Dus ik heb dat gebruikt om daar... De, nou ja, dat had ik al een uur materiaal. Ja. Om de voorstelling te maken. Dus om eerlijk te zeggen, was het heel veel werk. Nee, toen niet. De tweede show en de derde en de vierde. Dat was heel veel werk. Omdat ik dan weer iets nieuws moest bedenken. Ja. Dus ik had heel veel materiaal, omdat ik heel veel stand-upte. En ik weet nog dat ik meedeed aan het wedstrijd Leids Cabaret Festival 1998. Toen had ik een regisseur. En die zei: Ja, maar je moet die dingen niet doen die je al hebt gedaan. Ik zei: maar, Wat bedoel je? Ja, nee, dat moet je niet doen. Ik zei: Maar dat zijn de topstukken. Ik bedoel, ik speelde toen in de comedy train 100 man per, per week. 200 man. Ik bedoel, er zijn 17 miljoen mensen waren in Nederland. Niet iedereen heeft me gezien. Maar hij vond dat ik het niet moest doen. <coughs> en ik dacht: Yeah, fuck off. Dit ga ik doen. En daarmee won ik. Ja. ja. Dat is gewoon weer geloven in jezelf en in luisteren. Maar hoe weet je wanneer je wel luistert en wanneer niet? Want heel vaak krijgen mensen advies. Ik ben ja. ook best wel koppig. Ik, ja. Als ik iets voel, dan doe ik het gewoon. Maar wat is dat ding bij jou? Is het je instinct? Is het, je... het is mijn instinct, maar het is ook wie het zegt. Kijk, ik, ik kan heel veel aannemen van iemand die zelf op een podium staat, zelf dingen schrijft, zelf dingen maakt, weet hoe het is. Dan denk ik, oké. Okay. Maar iemand die, ja. Oké, okay, gek voor een recensent, weet je wel, ja. die komt. En dat, dat is gewoon een, een smaakding. Ja. Die houdt van iemand die een piano heeft en een liedje speelt... of iemand die grove grappen maakt. Eén van de twee, weet je wel. Ja. En daar schrijft hij een stuk over. En die gaat dan mij vertellen dan... wat ik doe niet goed is, maar ondertussen heb ik wel... Uh, uitverkochte uh, tour, ja. Dan denk ik, yeah. ja... Maar iemand die in het vak zit en mij iets zegt waar ik iets mee kan, eigenlijk opbouwende kritiek, ja, dat neem ik altijd aan. Daar kan ik gewoon goed naar luisteren. Weet je wel. En, uh, vooral als ik iemand bewonder. Iemand in het vak die ik dan bewonder. Bijvoorbeeld de regisseur met wie ik werk. Uh, uh, Titus Groen. Titus Tiet Groen. Titus <laughs> Tiel Groen. Titus Tiel groen, groen, ja. Zara, die, Zara. die zag ik op de toneelschool. Ja. Die kwam als acteur samen met Han Reumer. Die kwamen een toneelstuk doen. Dat was zo fucking grappig. Ik zat ernaar te kijken en toen dacht ik, deze kant wil ik op, want ik wilde niet uh, het, het toneel, toneel spelen. Ik moest daar ook heen voor school, weet je, dan zat ik weer bij een of andere Shakespeare, uh, oh gij schone jongvrouw, lalala. Ja. ja, dat zag ik mezelf niet doen, maar de comedy kant, ik dacht, dat is wat ik wil. Maar wat ik leer je wist nog van niet hoe dan? en wat? Wat, wat, leer, wat. Leer je van hun zeg maar, hoe je je eigen, wat je al doet kan verfijnen of leer, leer je een bepaalde stijl aan? Nou, wat ik leerde was timing. Sowieso, comedy is timing. Ja. Maar ook gewoon durven uh, spelen. En dat klinkt dan uh, heel gek als je zegt spelen, maar durf gewoon te improviseren. Doe gewoon, doe gewoon wat je wilt doen. Als je denkt van ik wil een, een, een kind spelen op het podium, doe het. Maar het is vaak die gene die jou tegenhoudt en denkt van ik moet op een podium stoer zijn. Dat merk je soms met, uh, 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 met improvisatie dingen. Met, als je met een aantal comedians bent, is er altijd dat je de delete is. Weet je wel, die zegt al, uh, jij bent mijn vrouw. En ik kan dan zeggen, ja, ik ben jouw vrouw. Maar dan zijn gasten, nee man, ik ben niet jouw vrouw. Ik, snap je? Dus die durft dat niet aan te nemen, die rol. Ja. Terwijl je gewoon, als jij iets zegt, ik ga met jou mee, komt dat veel sterker over. Of ik zeg nou tegen jou, oké, okay, jij, uh, jij, jij bent een klein, boze kabouter. En je komt niet bij die microfoon. En moet je dat gewoon spelen. En niet die schaamt hebben van, ja maar luister, ik ben niet klein. En, uh, weet ja. Dus... Dat heb ik van hun geleerd. Gewoon laten gaan. Laat het ontstaan. Oh ja, ook zoiets. Laat het ontstaan. Laat het ontstaan. en, ja. dus. en wacht even. Ja. Want sommigen die, die willen heel snel. Maar laat het even op je inwerken. En kom dan met iets wat in je hoofd zit. En, en, en soms is het goed. En soms is het denken mensen. Ja, dit is het niet. Maar durf dat te doen. Weet je wel. En dat heb ik heel vaak gedaan. Om over onderwerpen te praten waarvan ik dacht van. Ja, maar wat. Oh, of mijn vader die is overleden man. Wat was dat dan? Maar het was voor mij dat ik over hem praatte. Hoe hij Nederland zag. Hoe hij de cultuur zag, hoe hij de opvoeding zag, weet je? Hij zag het met een andere bril. En dat soort verhalen, want eerst dacht ik, ja, maar ik moet grappen hebben. Nee man, dat is niet dat ding. Grappen, ja, dat is voor iemand die one-liners doet van, hè, la la la, la la la, Dat is ook leuk. Maar komt er een verhaal, dan komen de grappen vanzelf wel. En ja. dan merk ik merk het nu ook, want hoe vaker ik een show maak, hoe vaak ik, denk, oh man, maar wat, ik moet een goede grap hebben. Nee, zegt hij, vertel een goed verhaal. En dan merk ik gewoon, ...het verhaal vertel je, ik ben nu twintig keer bezig met die trijntje. Er komt steeds iets bij, er gaat iets waf. En ineens heb ik een grap in het begin, in het midden. En dan pap, 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 pap. En dan denk ik, oh wacht even, even terug naar het verhaal. Want ik was een verhaal aan het vertellen. Dus ja. dat komt vanzelf. En daar moet je op vertrouwen, dat dat, ja, dat, ja. dat dat komt. Dat is wel spannend, want ik weet nog dat je mij toen advies gaf... toen ik mijn try had, ja. van mama waar is papa. En ik had daar heel veel aan, want ik dacht... ik ga gewoon onstage ja. en ik ga sneller doorheen. Ja. En, en toen zei hij me nog op de raad, zei hij van... Uh, dat de eerste fout die jij maakte, is dat je heel snel klaar was. Ja. En dat je weer wegging. En toen ja. kwam je later terug met allemaal hey, ja. vragen. Ja, het zijn er vragen. Ja. ja. En ik nam mijn tijd en ik merkte dat toen ja. ik mijn tijd nam. Dat je ook, want je zei iets heel waardevols. Je zei: Fernando, ze komen toch al om jouw verhaal te horen. Tuurlijk. Dus je ja. hoeft niet zeg maar nee. te haasten. Nee, dat is iets heel anders. Bijvoorbeeld als je in een line-up staat. En, okay, jij bent bekend, ik ben bekend. Maar je bent nog niet bekend. En je speelde dan, vroeger speelde ik dan met, uh, goed, met, laat ik zeggen, met Theo Maas of Hans Theo. Die hadden al een naam. En dan zeiden ze, nu een jongen die net begint. Uh, Naïman Asmanali. Ze konden niet eens mijn naam uitspreken. Ja, dan ben je onzeker. Dan denk je, oh fuck, ik moet snel een grap maken. Terwijl hun opkwamen en alleen maar hoefden doen. ja En die hele zaal lag plat, omdat ze je al kenden. Ze wisten al wie je was. Dus als, als beginnende moest je jezelf eerst neerzetten. En als je dat heel snel doet... Daar kom je te gehaast over. Maar als je het gewoon heel relaxed doet en daar al grap over maakt, dat je zegt. Nou, ik heb uh, Hans Theo zitten in mijn uh, volprogramma, mensen. Nu gaat de echte show beginnen. Weet je wel, gewoon die bluff. Ja. En wat ik altijd deed, was aanvoelen. De zaal aanvoelen. Wat ja. voor zaal heb ik? Zit ik in Brabant, waar iedereen al uh, bij een muziekje al begint te klappen? Of zit je in het noorden, die zo. Uh, nou ja, goed. Uh... En pas je dan ook je, 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 je show ook een beetje aan op de plek waar je zit? Qua ja, hoe niet, je hem opbouwt? Ja, niet qua tekst, maar wel qua intentie en qua gevoel. Oké. Okay. Ja, speel ik in een grote stad. Ja, dan uh, woorden als uh, Fakamati en hoe is het dan? Salam alaikum. Weet je, dan weet ik, er zitten mensen van kleur, er zitten Turken, Marokkanen. En speel je dan ergens in, uh, ja, goed, in Meppel? Uh, waar ben ik geweest. In okay. Meppel. Nou, Meppel komen ze ook nog wel. Maar okay. Ik, okay, boven Kaspel. Oké. Okay. Boven Karspel. ja. Dat is gewoon uh, de, de, verdwaald. Dat was even yeah. verdwaalde yeah. Indonees. <laughs> en ik vroeg nog, zijn er de, zijn de, zijn de Marokkanen of Turken? Of, niemand zei wat. Hij zegt, nou, achter, achter achteraf zei hij. Ja, ik, ik deed nog zo. <laughs> maar dus dat, dus het gevoel. Dat ik hem anders doe, is meer bij mij dan voor hun. Want voor hun is het gewoon... Uh, ja, ze willen gewoon uh, ja. geëntertaind worden. Maar wat nou als je... Heb je want nu ben je succesvolle cabaretier. Uh, maar wat nou als je dat niet deed? Wat was Najib Amari dan geworden? Wat waren jouw andere skillset Waar mensen niks van weten wat je dan zou oh, you, doen? Je Bankrover of... Of <laughs> <laughs> Kraker. <laughs> nee. Nee, wat ik altijd wilde was... Ja, wat ik leuk vond, kijk, ik, ik heb vele scholen niet afgemaakt. Mijn vader wilde dat ik automonteur werd, omdat het zijn droom was, of zijn idee was, we gaan terug naar, uh, naar, uh, naar Marokko. Die zei ook altijd, ja, die Hollanders willen ons niet de hele tijd hier hebben, hoor. Maar wij hadden zoiets van, pa, wat zeg je nou? Ja, hij zegt, we horen hier niet thuis, hoor. Dus mijn vader kwam met een hele andere mindset hier, om hard te werken en daar in zijn vaderland een toekomst op te bouwen. Maar wij hadden zoiets van, ja, Marokko was een vakantieland, weet je wel. Als we erheen gingen, het was leuk. We gingen zeven weken heen en we waren misschien vier keer naar het strand geweest. Snap je? Ja. Omdat uh, ja, het geld er was er niet en het was echt een familieding. Dus ik dacht, ik ga nooit in Marokko wonen of leven. Dat, dit is Nederland, weet je wel. De taal sprak ik ook veel beter dan het Marokkaans. Dus hij zei, je moet automonteur worden. Allemaal, oh, ik heb twee ooms daar, die hebben daar allemaal garages. Ja, ik, 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 vond, ik vond auto's vond ik gewoon oh, leuk, maar niet eh, om met, met mijn vieze uh. handen met olie en boutjes, want ik snapte daar niks van. Uh. Maar wat ik wel leuk vond, toen kwamen ze een keer langs met gebak van de uh, uh, koksafdeling. Toen dacht ik, oh dit is leuk man, zei ik tegen die gast, hebben jullie dat zelf gemaakt? Ja, poesen en dat soort dingen waar ik nog steeds van hou, zoals je ziet. Maar toen dacht ik, dat wil ik. Ik wil de koksopleiding doen. Dus ik mijn vader zo ver gekregen om in dat jaar te gaan switchen en dan moest je met die uh, decaan praten. En uh, mijn vader, we uh, horen het zo aan, uh, toen zei hij, mijn vader, moet ook uh, werken met varkenvlees? zei die man, ja zeker, zei die, oh nee, dat kan niet, nee, nee. Kom, zegt hij, we gaan. "Nou, weg droomkok. Maar dat was wel altijd wat ik leuk zou vinden. Ja. Kok of in een restaurant of als ober. Wel eigenlijk ook weer iets voor de mensen doen, weet je wel, een vermaak. Ja. En later kwam ook nog politie en marinier om te gaan reizen, dus... Ik denk, ik denk zoiets. Maar ging je ook de politieacademie volgen? Of? Nee, nee, <laughs> nou, dat niet. Maar het leek me wel leuk om gewoon... Ik weet niet, ik was vroeger... Als kind speelde ik altijd wel al de, de Hero met een cape. Ja. Mensen redden, weet je. Dan speel je een toneelstukje. Ja. Ja, ik kom eraan. Dat. Ja. Dus dat helpen, dat mensen... Ja. Ja. Het is altijd, dus even, dat, dat, dat zit gewoon in jou. Maar, 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 maar het is gewoon iets vanaf jongs af aan, dat je altijd... Ik denk het wel. Ik denk... Ja. Dat komt ook door mijn moeder. Nou, ook door mijn vader natuurlijk. Maar wij, wij kwamen naar niet toe flat waar we woonden. En ik denk, misschien opgeteld in, in, in die periode hebben we denk ik wel 15, 16 mensen hebben bij ons thuis gewoond. Ja. Allemaal familie. Allemaal broers van mijn moeder, twee. Uh, twee broers van mijn vader. En dan kwam er weer een tante. En dan kwam er een neef. En die kwamen dan allemaal in die tijd, hè, illegaal. Bij ons wonen, werken, trouwen, vergunning door. Huis leeg, weer een neef. En die kwam dan voor twee weken, maar die bleef gewoon drie, vier jaar. ...omdat ja, die vonden het wel makkelijk. En mijn ja. moeder was ook van, nou ja, goed, weet je wel... ...wij zeiden nooit van, uh, ga nou wat anders zoeken. Nee, het was een tijd dat dat veel lastiger was. En uh, ja, daar hielp je elkaar, weet je Het was veel meer uh, ja, bij elkaar. Dat, ja. dat is nu overigens heel anders. Maar toen was dat gewoon heel normaal. Ja. Als er een tante kwam en die kwam uit Duitsland op visite... ...ja, die bleef gewoon een week. Ja. En als je denkt van, waar slapen 16 mensen? Gewoon op de grond, er werden dekens neergezet... En dan ging iedereen slapen. S'morgens met iedereen uh, ontbijten, dat was gewoon heel normaal. Nu, <laughs> als ik ergens heen ga, naar ja. een tante of wat dan ook, ja, ja ik pak een hotel. Ja. Want ik wil mijn privacy. Weet je, en dan zegt: ze, nee maar blijf slapen. Ik zeg, nee nee, we hebben een hotel. Ik, ik weet niet, ik, ik, ik voel me dan niet lekker, ja. weet je wel. Ik wil mijn dingen doen s'avonds ja. en niet op de bank slapen en snap je, dat is een hele andere tijd, man. Maar Hoe is het, hoe is het voor jou nu dan, want dan zeg maar, dan op een gegeven moment ben je de Najib en Familieleden weten dat ook. Nou, je, je hebt zo... ook nog een Najib Amali, hè, maar de Najib Amali, die ja. is er hier. Ja, toch? Maar die een Najib Amali... De, we praten de. de. Ja, laten we over de, 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 de praten. De, de, de yes. ja, Maar heb je dan ook, heb je dan ook dat, dat, dat mensen dan ook bij jou nu willen komen slapen? Ze dus denken, deze man is living the life, we gaan bij hem slapen nu. Ja, ja nee, het is, kijk, ik, heb, ik heb een groot huis. En uh, we hebben bijvoorbeeld uh, uh, mijn zwager, de. die woont al een tijdje bij ons. Uh, mijn vrouw, mijn uh, moeder is overleden oh, goed, drie doe, maanden doe. geleden, ja, en, uh, en, uh, en mijn, uh, mijn zwager die, die, die heeft begeleid wonen, maar het was gewoon heel moeilijk, weet je wel, zijn moeder viel weg en uh, uh, weet je, hij uh, ja, was heel erg beïnvloedbaar en uh, aangezien wij veel kamers hebben, zei mijn vrouw van, ja, kan ik niet voorlopig even hier en dan gaan we kijken hoe en wat. Ik zeg tuurlijk. En het mooie is er een paar jaar. Was, hij zit er nu een half jaar, maar hij gaat nu weer naar Marokko toe en dan komt ja. hij weer terug. Maar het mooie daarvan is, ja, ik ben het gewend. Ik ben mensen in mijn huis gewend. Dus misschien, maar vind je dat niet raar? Ja, het is misschien even raar. Mensen zeggen ook altijd, ja, maar dat, ik zou dat niet kunnen, want ik wil naakt door mijn huis lopen. Ja, ik loop niet naakt door mijn huis, broer. Ik heb ja. altijd mijn kleren aan. Maar snap je? Dus ja. als dat de reden is om niemand in, iemand in huis ja. te nemen, dat is raar. Maar we hebben hem in huis genomen. En, uh, en hij, hij rookte wiet, weet je wel. Maar uh, dat komt natuurlijk niet bij ons. Dus we hebben echt op hem gelet. En hij heeft nu volgens mij zijn zes maanden opgehaald. Hij is zes maanden gewoon clean. Oh, wow. Weet je, ja, dat is, weet je, dat, dus het, het heeft iets heel moois voor mij. En, en natuurlijk, hij moet straks wel uh, weer uh, een eigen woning gaan van, uh, gaan vinden. Isje leven voor Ik hoop als ik straks thuis kom dat hij weg is. <laughs> Anwar. Nee, nee. Maar dat is, dat is wat je doet. Dat deed mijn moeder ook. Mensen die in nood waren en nergens heen konden. Ja, waar ga je die heen sturen? Ja. Die ga je niet buiten zetten. Maar heb je, heb je ook bijvoorbeeld. Want, want mensen zoals jij, die dan ook zo lief zijn. Heb je er. Want soms nemen mensen daar misbruik van. Want ja, je, je hebt een goed hart. Weet Bro, je? Je geeft ze een vinger. Ze pakken niet je ja. hele hand. Maar je twee handen en je voeten ook. Ja. Maar. Nee, maar je kan me once. Ja. Ja, je kan bij mij één keer. En ik ben iemand die heel redelijk is en nooit boos. We hadden het er net over. Over hè? mensen die er spullen aanbieden. En, ja. en, en sponsors zogenaamd. Je kan, je kan maar één keer fokken, broer. En dan is het klaar. Ja. Weet je. En dan. En, 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 ik ga daar niet in die boosheid zitten. Of, dat is de, de karma. Ik geloof wel in karma. Ja. Als jij mensen alleen maar continu aan het naaien bent. Vriend. Er komt een dag dat. Dan gebeurt er ook iets bij. jou. Ja. Daar geloof ik heilig in. Maar dat gebeurt ook, ja. Maar vaak zie je het al aan iemand aankomen. Je kan al aan iemand aanvoelen. Of die echt iets van je wil. Of dat die gewoon. Uh, heel veel mensen zeggen ja, maar niet omdat je een Jimali bent hoor. Niet omdat... dat hoef je niet te vaak te zeggen. Ja, na ja, ja. Ja, nou, één ja. keer weet ik het wel. Omdat je ah, dé dat Jimali ja, bent. Ja. Ja. Nee, die, die ja. mensen heb je ook. Maar ja. ik heb gelukkig, uh, ik, ik heb nu wel geleerd om een soort van kring van mensen die ik vertrouw. En ik hoef je niet altijd te zien, hè. Ik kan mensen één keer in het jaar zien en ja. dan ben je nog steeds mijn beste Mattie. Ja. Maar dat, dat leer je gewoon. En je leert als jij even uh, niet aan hem denkt of uh, aan haar of. Je hebt, zeg maar, je hebt het moeilijk dat, dat, dat ineens die gast belt. Hé, hey, hoe is het met je? Ik zeg, ja, goed. Ja, ik dacht, ik bel je even. Ik dacht aan je. Ja, dat, zijn, dat zijn mooie dingen. Dat zijn zonder, mooie dingen. Zonder dat de vraag daarna is. Juist, hey broer, ja. met, Maar niet uh... van, hé, hey, ik zie dat je in Amsterdam speelt. Ja. Nou, dan weet ik wat de volgende vraag is. We zeggen klopt. Ja. Hij is uitverkocht. Ja. Hé, hey, wanneer speel je in Amsterdam? En ik zeg altijd tegen al die gasten, broer, de show gaat beginnen. Kijk op mijn site de kaarten, weet je wel? Je bent de eerste die het hoort. Ja, 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 ja. En dan komen ze aan. En ze komen niet aan met twee. Hé, hey, ik, uh, ik heb er zes nodig, man. Ja. Maar ik betaal ze. Ik zeg, dat is het probleem. Ze zijn er gewoon niet. Nee, maar ik betaal ze. Ik zeg, betaal of niet. Ik zeg, ik heb het niet. Ja. ja maar, en, en hoe ga je om met bijvoorbeeld mensen geld lenen? Want dat is ook al zo'n ding. Broer, doe één ding niet. Of je geeft aan mensen geld, ja. of je geeft het aan, je zegt hey vriend, hier heb je het, of niet. Altijd ruzie broer. Ja. Ruzie, uh, ja niet 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 terugbetalen. Ja. Uh, een ommetje, mensen bellen je niet meer, je wordt geblokkeerd en uh, en dan worden ze boos op mij als ik zeg hey broer ja, jij hebt het uh, makkelijk. Ik zeg hey, hey ik, ik heb nooit gezegd, uh, ik zeg jij zegt tegen mij, ik betaal het, we zijn een jaar verder. Je hebt ook niet gezegd, ik geef je vast een beetje. Dan ja. nou word je boos op mij. Ja, dat me, weet je, laat het. Nee, ik hoef je geld niet. Zei, nou, je hebt het. <laughs> <laughs> nee broer, geld lenen is gewoon... Of, of je moet het geven. Ja, weet ja, je? Maar ja. geld lenen, dat is... Ja. Maar mensen denken ook, weet je wel. Hier is geld, staat op de bank hè, van alle shows. Ja. En die denken dat je gewoon dit kan doen. En kan zeggen, ja hier... Nee, hey, ze weten niet, alles wat je opneemt, dan moet je die 40% belasting over betalen. Ja. Want dat neem je op. Geloof. Maar ik dacht vroeger ook: oh, heb je het geld? Zeg ik tegen mijn broertje: had hij het over, ik weet niet, de allereerste keer, uh, hoe heet dat ding? Een uitbetaling, een uh, tantiem of wat dan ook. Hij zegt: ja, want we hebben te veel geld. Tenminste, de, de, de account zegt: je moet hem 50.000 euro betalen. kreeg ik 50.000. Dus ik zeg: 50.000 euro. Ja. zei broer, ja, wacht even, maar dan gaat eerst de belasting. Verder. Ik zeg: ja, dan hou je 22.000 over. Ik zeg, waar gaat hij de helft heen? Ja, de belasting. Ik zeg: Nee, wachten, dan gaan we even kijken hoe we dat anders gaan doen. Snap je? Dus, Maladieven. Ja. Ja. ja, maar dus ja. Het, is, het, is, ja, het geld lenen, ik merk het gewoon, uh, dan heb ik het niet over tientjes of vijftig of honderd euro, maar dan ja. ik heb het echt over duizenden euro. Ja, maar dat, dat bedoel ik. Dat is ook een bedrijf over... willen beginnen en die zegt: joh, ik heb 50.000 euro nodig en je krijgt het in uh, 2,5 jaar tijd terug. En dan kijk ik zo en denk ik: Oh, maar je hebt wel een dikke BMW. Ja. Waarom verkoop je die niet? <laughs> <laughs> ja en dan zie ik wel op Instagram dat je aan het feesten bent op Ibiza ja en dan zeg ik bro hoe is dat geld ja man een beetje moeilijk een beetje moeilijk en dan kom je wel zeggen van hey, hey kijk dan man ja deze Rolex ja ik zeg oh, oh ja. mooi man ja ik zou het niet kunnen ik, had, ik zal je vertellen uh, verhaal ja. ja. ik had van Erik van Ja. sorry ik had van Erik van Sauers had ik volgens mij een, uh, een laptop gekregen of gekocht nee ik ik, ik, ik moest hem gulden tijd hè Nee, nee, niet gulden tijd of ik weet het niet meer. In ieder geval 100, 100 euro, 100 gulden. Nee, 100 euro. Zo'n oude laptop was dat. Ja. Yeah. Je had die gegeven, 100. En Erik was ook portier. Erik van s'avonds bij uh, een van die tenten in de regio Dwarstraat. En dan liep ik dan zo. En dan zag ik Erik en dacht ik: shit, ik krijg nog 100 gulden van me. Ze dus ging altijd helemaal eromheen. Omdat ik me schaamde. Snap je? En als ik het had, dacht ik er niet aan. Yeah. Maar als ik hem zag en ik yeah. had het niet, dacht ik er wel weer aan. Dus yeah. ja, ik weet niet, man. Ik. Uh... Ik weet niet of er mensen nu kijken en die denken, ik krijg er nog geld van. Ik heb... Volgens mij niet. Als Dat je een jeep om je heen ziet lopen, die is nee. duizend. Nee, je moet altijd je schuld afbetalen. Ja, ja. Dat voelt veel lekkerder, man. Je wilt ook lekker door het leven ja, gaan. Nou, ik heb het ook vaak, niet vaak, maar als ik ging wel eens met een tram... Dan zat er een Marokkaanse tramchauffeur in die hokje zit. Hé, hey, Jeep. Ik zei, Mag ik één keer. Nee, man, ga zitten, man. Jij mag zitten. Maar ik zit niet lekker. Zeg, ze komt de controle. Ja, komen ze mij controleren. Dan moet ik zeggen: Nee, maar ik mocht van hem gratis zitten. Dan Gaan ze tegen hem zeggen: Hoezo? Uh, hoezo moet hij niet betalen? Dus je zit dan niet eens lekker. Klopt. Nee, maar dat is grappig. Ik, 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 ik herken dat wel. Dat soort... Maar dat is ook de ding: van ook, als je bekend bent, uh, mensen onderschatten wat er allemaal bij komt kijken. Want ze denken van. Ja, maar je hebt het, je hebt het geweldig toch? Ja. Je hebt toch al dat geld. Maar gas, je betaalt ook veel belasting. Ja, belasting, eh, ik weet dat altijd. Kijk, tuurlijk heb je geld. Maar dat is omdat je gewoon werkt. En ze zien natuurlijk niet. zien die mooie kanten. Weet je? Ja. Ze zien een mooie auto, een mooi huis. Ja. En het is ook mooi. Ik bedoel, nogmaals, ik ben gezegend met alles. En, maar het is niet zo als je geld hebt dat je het allemaal weg kan geven, zomaar en mensen geld kan lenen, en dat je gelukkig bent. Ik bedoel, ik ken heel veel mensen met miljarden. Ja. Dat is fucking ongelukkig. Ja. Weet je, K kijk, we schetsen ook een mooi beeld. Hè? Als je al die Instagram-gasten kijkt en. Alles is Allemaal heel mooi en een ja. mooi dit. En als je zijn ijskast open doet, heb je geen moer erin. Ja. ja, het is allemaal voor de, voor de buur, allemaal ja. voor, de, voor de shine. Maar vind je het ook moeilijk om als celebrity ook online te zijn? Want mensen verwachten dingen te zien. Want... Ja. Wat post ik je wel, wat post je niet? Ja. Ik, ik heb heel lang uh, wel niet verhouding. Aan één kant denk ik van ik heb niks te verliezen of ik heb niks te te verbergen van mijn leven, het is allemaal niet gestolen, het is allemaal betaald. Ja. En ik kan denk van ja, je hoort ook verhalen weet je wel, Ja, mensen brengen je op, oh kijk, meneer Dieb heeft dit, of uh, als het over halloosjes hebben bijvoorbeeld, weet je wel, dat is een hele tijd geweest dat de bekenden werden beroofd. Ja. En ik heb dat meegemaakt op Curaçao. Ja. Toen dacht ik, oh, zal, het, zal het dan zijn omdat ik dat ding wel eens laat zien? Toen ik denk, nee, nee, dat is in Curaçao, die gasten die volgen mij niet. Tenminste, ik neem aan dat die gasten die mij beroofd hebben mij helemaal niet kennen. Ja. De, tenminste, ze spraken niet de taal die ik sprak. Maar, maar het gebeurt. Dus ja, moet je daar voorzichtig mee zijn of niet? Sowieso met het hele ding van het, het flexen noem je dat. Ja, flexen. Ja, ja dat, nee, het is, niet, het is niet aan mij besteed. Je. En Kijk, de grap dus... is eigenlijk van, eigenlijk hoef jij niet te flexen. Want het is het een keertje dat aan, aan mijn neefje uitdrukt, van, als je al bekend bent, hoef je eigenlijk niet te flexen. Wij denken van wel. Ja. Want er is niemand die niet gelooft dat jij als jij wil. ...een Rolex of een Patek ja. kunnen halen als je wil. Ja. Snap je? Dus ja, ja, ik... Je hoeft hem eigenlijk niet eens te ja. kopen. <laughs> ik, ik, ik had vroeger, en schaam ik me ook niet voor... ...had ik niet het geld voor die hele dure horloges... ...kocht ik die imitaties. Bro, één op één. En dan had ik ze om en dan zeiden de mensen... ...hé, hey, hé, hey, is dat Is dat een Philippe Patek? En dan deed ik... ...ja man, maar hij is nep hier. Nee man, hij is echt niet nep. Ik zei, hoorlijk sweer, zweer je, hij is nep. Nee man, een Jeep gaat toch niet met een nepper lopen? Ik snap. Nou, geef hem dan maar weer terug. <laughs> Serieus, ze geloofden het niet. Kijk, het, het, het geeft dezelfde tijd aan. Hè? Ja. Alleen het is een statusding ja. geworden, een statussymbool. Ja. En ik denk misschien aan ja, jou, hoe ouder je wordt, dat je denkt van... Nou, het, het, zijn, het gaat niet meer om de spullen, man. Het ja. gaat om, om, om gezondheid, het gaat om de kinderen die je wil opvoeden... om je familie, om je vrienden. Daar gaat het om. Maar ik snap wel, als je nu kijkt weet je, op Instagram, ja, dan zie je toch echt iedereen... ...de nieuwste auto's, de vakanties in ja. Dubai en het kan nog niet top en we moeten alles snappen wat we eten, weet je wel. Voordat er wordt gegeten, wacht, wacht, ik moet nog even, ja, ja, ja. weet je Tegenwoordig... ik de, En ik deed er ook aan mee, hè. Ja. Ik deed er ook aan mee, maar ja. ik denk, maar voor wat? Ja. Weet je, om te laten zien, kijk eens hoe ik het heb ja. en hoe leuk ik het heb, weet je ja. Maar wanneer heb je het losgelaten? Want hebt het ook wel eens gehad. Wanneer heb je het, zeg maar, geswizzerd? Ja, het wordt gewoon een beetje vermoeiend. Ja. Volgens mij als mensen zeggen, hey, ja, ik weet het wel hoor, al dat eten. Ik heb het nou wel gezien. <laughs> mensen gaan ook zeggen, van nee, hey, maar luister, ja, leuk en zo. Ik zie dat je verjaardagen hebt, maar ja, mijn kind kan niet eens dat. En dat trek ik me ook best wel aan. Zeg je van, door, dat hoor? Ja ja. ja, ja, ja. Kijk, dat komt weer door mijn vrouw. Weet je, als, die, als de kinderen jarig waren, pakten ze echt uit. En mijn vrouw heeft heel veel connecties en vriendinnen. En de een doet de planning, de ander zit in de sushi. En, 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 ja, en die, dat, dat komt allemaal samen op één verjaardag dat je denkt. Wat moeten we volgend jaar doen? Dan hebben we een clown. Dan hebben we een dit, en hebben we een dat. En hebben we een goochelaar. En dan komt er ook nog iemand dit te doen. En zegt mijn vrouw: bel, bel even die jongens die die rap hebben gemaakt. Ik zeg: Ja, maar het is een jongen van zes. Ja, maar hij vindt het zo leuk. En dan bel ik die jongens: jongens, ja het kost 3000 euro. Oké, ik okay, ben later bro. <laughs> <laughs> ik ben wat dat betreft, gierig. Zij niet. Zij houdt van. Let's spend it. Ja. Yeah, yeah, yeah. Maar dat is gewoon hoe zij in het leven staat. Ze werkt keihard. Ze heeft een eigen kapsalon al uh, 25 jaar. Ze. Yeah. En zij is uh, van: ja, mooie dingen kopen. Toen ik haar leerde kennen. Ja, broer, ik, ik liep erbij. Dat je denkt: van, is je stylist dood? Of zit hij in... Ik was niet van de mode. Weet yeah, je? Yeah. Ik zie mezelf nog terug bij oude shows. Dat ik denk: <laughs> wat had ik daaraan? Wat was dat? Snap je? Het is nu niet veel beter. Maar dat was echt. <laughs> weet ik, ik deed maar wat. Yeah, maar dat, was, dat was niet dat ding van. Kijk mij eens hoe, ik, hoe goed ik eruit zie. Ja. Dat is pas nu, nu je mensen leert kennen. En een, 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 een vriend van me die zit in de pakken en die zegt: Laat ik je aankleden. En ik denk, Oh, wow, het staat goed zo'n pak. Maar dat, uh, ja, dat ben ja. ik niet eigenlijk. Weet je. Ik ben meer van gewoon gymschoenen aan. Een spijkerbroek, t-shirt of een hoodie. Wat uh... is het ding met vrouwen? Je op een gegeven moment gaan ze dingen veranderen. Ik had bijvoorbeeld: Ik droeg altijd die koude collutie trui Oh yeah, yeah. Mijn vriendin die zei <laughs> tegen <laughs> me: van... Je woont erin. Ze zegt: ja. is, Wat is dat? Je ja. zegt: Het is een trui. Ja. Dat is geen trui. Dat is ja. een stukjes. En ze gingen altijd, maar ik weet niet hoe erger zij er tegenin gingen. Ja, ja. Hoe meer ik hem ging dragen. En ik had allemaal verschillende ja. stijlen en kleuren. Ja. Maar uiteindelijk heeft het voor elkaar gekregen dat ik ze bijna niet meer draag. Nee. Want op een gegeven moment ging iedereen ze dragen. Ja. En toen vond ik het niet meer leuk. Maar je hebt het weer in de mode gebracht. Ja, klopt. Broer, ik kocht die dingen voor 75 gulden. Ja. Dat was te neppert. Ja. Tja, de, de, die trui die was gewoon zo, zo, zo duur ja. drie 400 uh... ja maar, wel, ja. Ja. maar doe... het zijn wel truien die heel lang meegaan volgens mij heb ik er ook nog twee ja ik bij mij zie je ineens mijn buik dus ja, ja dan ga ik er ja maar even mee ik ook, zeg, maar op een gegeven moment nee, maar in die in die trui ja de ding met die trui is op een gegeven moment sommige truien die gaan bepaalde stukjes ja, accentueren ja. dus van de zijkant dan dus ja. zie je opeens dat dit zo ja. gebeurt en ik dat zit er niet lekker dan zit je de hele tijd dit te doen gaat die ja. omhoog onder je oksels <laughs> Maar dat, dat je dingen zo. Maar ik had het vroeger ook al. Ik een lievelingstrui of een lievelingsbroek. Bro, ik droeg ze. Ja. Of schoenen. Ja. Weet je, ik ben opgegroeid met. Ja, Wij, wij kochten schoenen bij de, bij de Bristol. Ja. Weet je, of we gingen naar de zwarte markt en dan mocht je schoenen uitzoeken. En niet hoger dan 25 ja. uh, gulden. Ja. Weet je, nou heb je schoenen van 700. Nou, ja. Nu zie ik gasten die zeggen: hey, dit is een collector's item. Dit is van Louis en van Gucci en dit is een samenwerking. Ik zeg, Wat kost dat dan? Deze zijn 12.000. Bro, ik denk serieus. Ja. ja. Weet je, dat is al, dat was, dat is, in mijn tijd was dat zoveel geld. Ja. Maar ik kreeg dus schoenen, New Balance, van mijn neef. Die woonde in Utrecht. En die was hip. Maar die waren één maat te klein. Maar ik ging erin, bro. Ik ging erin, ik liep pijn. Ik zorgde dat het pijn. werkte. Ik, dat ik, werkte. Ik, ik heb zoveel pijn dat mijn teennagels in zijn gegroeid. Oh ja. Die heb ik gewoon door een operatie. Maar ja, het waren schoenen, broer. Als je die aanhoudt, hoorde je erbij. Want door die schoenen heb je dus je tenen ja, helemaal ja, opgevallen? Ja, teennagels, ja. ja. Gewoon te krap. Schoenen inzetten, broer. Gewoon. <laughs> ja, ja. ja, zo ja. Maar dat was toen, dan hoorde je erbij. Je wilde zo graag iets hebben van een merk. En... Ja. Dat is nu helemaal weg. Ja. Dat is nu helemaal, uh, weet Ja, je maar het... nu zijn mensen ook meer into... Ik vind dat soms moeilijk, want dan heb je je kind. Dus je kan dingen betalen. Ja. Maar dan wil je je kind ook niet verpesten met te veel. Dus dan kies ik veilig. Dan denk ik, nou, ik zet je gewoon in Nike. Want dat is veilig. Dat ja. kan iedereen betalen. Ja. Maar als ik jou nu in Dior en al die dingen ja. ga zetten... Dan ga jij denken dat de Dior normaal... Ja, en, ja maar dat, ja. dat dat de basis is. Ja. Dat ik dat heb kinderen ik... die interesseren helemaal niks. Ja, weet je wat ze interesseren? Voetbalshirts. shirts. nee. Dat vinden ze geweldig. Het liefst gaan ze ermee naar school. Ja. Gewoon, uh, Noah ook, die heeft een shirt van, uh, van Marokko. Van het ja. Marokkaanse elftal. Zeg ik zeg, Noah, ik heb andere shirts voor je. Nee papa, deze vind ik leuk. Ik zeg, maar die, die heb je altijd aan. Het, hij, hij ziet dat niet. Dat, dat merk ziet hij helemaal niet. Dat is niet. geweldig. Ja, schoenen ook. Weet je, hij ziet dat niet. Ja. Hij ziet dat echt je niet. Je bent gezegend man. Het, me. Me, het ja. me ook niet. Wij, wij waren zo. Wij wilden dat, omdat we het niet hadden. Gek is dat hè? Ja. Als, je het, als je het krijgt en je hebt het... ...doet het je ja. niks. Maar als je het niet hebt en je wil erbij horen... Ja. ...dat is eigenlijk wat mensen ook zeggen, weet je wel. Een rijke man is niet iemand die helemaal... alle duur, ...is een man die gewoon eigenlijk... Ja, ...normaal gewoon hoe, hoe hij... De rijkste persoon in ja. de ruimte is de guy... ...waarvan je het niet eens aan hem kan zien. Nee. Nee. De guy die het wilt bewijzen... Ja. ...die laat te veel zien. Ja. Maar dat is het, weet je wel. We willen graag laten ja. zien... ...aan een ander wat wij allemaal hebben. Ja. Kijk, en nogmaals, er is niks mis mee als je werkt... ...en je koopt een mooie auto en je gaat lekker Tuurlijk. op vakantie... Ja. ...en je werkt ervoor... Maar bij mij is dat niet het belangrijkste meer. Natuurlijk, je moet geld hebben. Hè? Ik begrijp me niet verkeerd. Ja. Je moet geld hebben voor je huur te betalen, je moet geld hebben voor ja. alles. Er gaat niks meer uh, gratis komen. Ja. Maar ik, het is niet meer dat ik denk van oké, okay, ik, moet, ik moet nog meer geld. Of ik wil nog zo'n bedrijf. Nee, ik doe dingen die ik leuk vind, heel creatief daarin ben. En dan komt dat geld vanzelf. Dat is met dit vak ook. Ja. Ik bedoel, als je tegen mij had gezegd. Uh, je gaat later uh, ga je 30 jaar in het vak en uh, elke avond uitverkocht. Had ik je had ik je waarschijnlijk nou kom kom. Ja. Weet je, ik ben al blij als ik gewoon mijn huur kan betalen en een keer op vakantie kan gaan. Dat, dat was mijn doel, weet je, gewoon normaal. Ja. Wat is normaal? Gewoon de normale man vrouw die uh, ja gewoon uh, dat. Maar is dat ook het geheim van? Want als mensen mij vragen hoe kan je 20 jaar in het vak zitten radio dat uh, wat is die? Zeg ik, ik vind het echt leuk wat ik doe. Ja. Bijvoorbeeld, zoals dit. Vind ik gewoon echt tof. Ik vind, ja, de Jeep moet een keer hier zijn. Vorige keer zaten we, waar zaten we vorige keer? Twaalf? In de Harbour Club. In de Harbour Club. Zaten ja. we in de Harbour Club. ik dus dacht, oké, okay, ja. minimaal als ik hem hier moet hebben, moet ik ook ja. mooie banken hebben. Ja, absoluut, ja. Ik, <laughs> ik zit nog wel te wachten op die hele dure sushi van de ja. Harbour Club. <laughs> die is onderweg. <laughs> nee, ja. maar, maar snap je dus, dus, en dan zie ik ook bij jou die passion. Maar, want in deze podcast vind ik het ook belangrijk om mensen te inspireren. Stel dat iemand nu kijkt, een nieuwe dan jeep die wordt ook dan jeep een worden. dat kan niet meer maar iemand die denkt van ik wil dit ook wat zijn de ingrediënten die je nodig hebt om succesvol in dit vak te worden want je zegt het is niet alleen maar je moet niet focussen op alleen maar grappig zijn en dat nee. soort dingen wat zijn de ingrediënten ja. om het te kunnen maken op zo'n level dat je ook nog 30 jaar mee door kan gaan iemand vroeg waarom wil je op een podium ik zei ja ik zeg ja, ik wil gewoon een verhaal vertellen mooi zegt hij nou doe dat maar dus je moet weten waarom wil je dat waarom wil je op een podium je wil iets vertellen Jij hebt iets te vertellen. Nou, let's go. Dat, ja, passie. Weet je wel, je moet een soort van passie hebben. Dat je het leuk vindt en dat je erover kan praten en over na kan denken. En kritisch naar jezelf kan kijken. Ja, en ook geduld. Weet je, bij mij was het ook niet van de eerste dag gelijk naar de top. Toevallig kwam ik gisteren een jongen tegen bij ons op kantoor. Daar heb je nog meer uh, bedrijven. En ja. uh, ja. die ging naar een bedrijf. Hij zei, hé, goed dat ik je spreek. Hij zei, ik sta ingeschreven bij de casting maar mijn broer. Ja, man, het lukt me niet, man. Ze willen me maar niet, man. Ik Zo bedoel je? Ja, ik wil ook graag, ik wil ook graag acteren. Ik zeg, maar hoe lang ben je daar al? Eh, ik ben er al vier maanden, man. <laughs> kijk man. Ik zei, ja, zo, bro. Ik ben al 25 jaar bezig. Ik zeg, ja. Maar wat, 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 voor tip? Ik zeg, ja, gewoon doorgaan, man. Ik zeg, als ze je nodig hebben, gaan ze je vinden. Ik zeg, en als ze je niet nodig hebben, zoek iets anders, broer. Er zijn nog meer dingen in het leven. Ja, 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 ja. ja maar kan jij me niet? Ik zeg nee, ik kan, ik kan je niet. Uh, nee zei, mocht ik je ooit een keer nodig hebben, dan ga ik naar het castingbureau en dan krijg ja. ik jou te zien. Maar dus, mensen willen snel, maar dat zien we toch ook wel? Ja. Hé, hey, wil jij snel geld maken? Doe dit en dit. Wil jij snel geld maken? Ja. Ook met dat traden en uh, ja. bitcoins. En... Ja. Ik heb het idee dat iedereen fucking miljonair is behalve wij. Ja, 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 ja. <laughs> iedereen rijdt in een Urus, ja. man. Zijn ja. dus we allemaal penthouses in, uh, in, ja. In, in, in. Ja, wat je moet doen, moet bol.com, moet je dit kopen en dan kun je shippen. En dan... ja. Broer, bro, het is niet voor iedereen weggelegd. Dat ja. is niet voor iedereen weggelegd, weet je. Kijk, en als je daar een eerlijke boterham mee verdient, prima, maar als jij mensen, ja, naait met, ik heb een cursus voor je en betaal me duizend euro en ik laat jou zien hoe jij rijk wordt, ja, ik weet niet of dat zo werkt. Get rich quick uh, mentaliteit. Ja. Ja. En hij zegt dus, je moet de zitvlees hebben, de, 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 de passion... en je moet sowieso het allerbelangrijkste, de why. Ja. Waarom doe je ja. wat je doet en waarom. Ja. ja. Als je weet waarom, weet je ook waar je heen gaat. Ja. Weet je, ik wist waar ik heen wilde. Ik wilde naar een theater met volle zalen. En toen was ik daar. Was ik echt letterlijk in, in kleine comedie. 500 man zat ik zo te kijken. Toen dacht ik, daar is Carré. Daar wil ik heen. Dat En toen was ik in Carré. Toen dacht ik, was nog meer een grote zaal. Hé, hey, het is de Avas. Daar wil ik heen. En toen ik in de Avas was, nou was een klein stapje naar de Ziggo. Wow. En toen ik in de Ziggo stond, dacht ik, maar daar wil ik heen. Ik wil één keer in de Amsterdam Arena een comedy show doen. En ik heb er toen wel mee gesproken met iemand. En uh, het kost gewoon heel veel geld om het af te huren. En, ja. ja, ja, Maar toen kwam toevallig kwam Giandino. Ja. Hij zegt: Hé, uh, in hey, de kuip. Ik zeg: Ja, doe een stukje, zegt hij. Ik zeg: Oké. Okay. Hij zegt: Wacht, misschien kunnen we samen ook een stukje doen. Ik zeg: Wachten we. Dus je wil dat ik een stukje doe. En dat we samen een stukje doen. Hij zegt: Ja. En toen belde hij weer: Luister, waarom doen we het niet samen? Ik zeg: Wat bedoel je? Gewoon jij en ik in de kuip. Ik zeg: Ja, maar het is jouw droom. Ja, maar laten we het samen doen. Dus zo is eigenlijk dat ontstaan. Je? Jean-Dino wilde in de Kuip. En, uh, en toen merkte je al heel moeilijk was om zonder sponsors, zonder een grote televisiezender uh, achter je, om 40.000 kaarten te verkopen. Dus het lukt ons wel, 25, en dan bleef het steken. Want je denkt natuurlijk, als je al die grootheden ziet. en ja, dingen, Er ja. zit allemaal een bedrijf achter, er zit promotie achter, er zitten tonnen aan. En dat hadden wij niet. We ja. hadden niet eens geld voor een reclamefilm. we dus gingen dat zelf doen en via Instagram hebben we dat verspreid. En uiteindelijk ja, hebben we het volgekregen. Maar het ging niet van maar dat was een enorme leuke ervaring. Maar dan hoor je ook weer mensen: ja, maar waarom zou je? Dat is toch veel te groot? Dat was bij radio DJ's. Jij niet, maar die ja. zeiden dan: Ja, maar als ik comedy wil zien, dan ga ik wel naar de Toombler, de Comedy Club. Ik zei: Ja, dat is leuk. Ik zei: Maar droom jij niet verder? Hoe bedoel je? Ik zeg: Hoeveel luisteraars heb je? Ik zei: oh, Ik denk 500.000. Ik zei: Stel, morgen zeggen ze tegen jou: hey, Ik weet niet wat er aan de hand is, maar er hebben een miljoen mensen geluisterd. Ik zei: Wat vind je daarvan? Ja, te gek. Ik zei: Nou, dat hebben wij ook. Ja. Voor 50-man spelen, denken we: Dit is te gek. Maar spelen we een keer voor 40.000? Dan ja. denken we ook: Dit is te gek. Ja. Je gaat het niet dagelijks doen. Maar het is niet zo dat het niet kan. Ja. Het is gewoon een enorme happening, weet je. En dat, dat was ook de Kuip, weet je wel. was niet in mijn beste periode trouwens. O, maar, Nou ja, ik was toen nog... Uh, ik was net onderweg naar de kliniek. Oh, oké, okay, de laatste die periode. Ja, ja, dus ik heb het niet helemaal bewust meegemaakt. Maar, was meer... Uh, <laughs> maar wel knap dat je toch wel kan presteren, want om een of andere reden... Ja. Of, of heb, je wel, heb je bepaalde shows, waarvan je nu achteraf kan zeggen, die vond ik niet goed. Achteraf, omdat ik niet op mijn, hoe heet het, was. Want wij zien veel dingen niet terug. Nee, wij kijken, maar nee, nee, die man is weer on point. Ja. Nee, het is gewoon... Kijk, tuurlijk, ik denk... Ik denk in de helft, in, in de laatste drie jaar van mijn verslaving... Die show die ik toen heb gemaakt was... Het, het was er wel, maar er zat veel meer in. Alleen ik werd tegengehouden door angsten. Ik werd tegengehouden door onzekerheid. Want dat is wat het natuurlijk met je doet. Het versterkt ook alles, hè. Ja. Weet je, je denkt even dat je de man bent, als je uh, hebt gebruikt. Maar uiteindelijk als het heel langzaam wegzakt ja dan komen die angsten van oh shit zullen mensen dat zien ja. of je wordt paranoia in mijn geval ja dat is dat is niet uh, dat is niet een basis om uh, een goede show te maken denk ik ja want als je bijvoorbeeld kijkt kijk wat het is met Want ik heb wel het gevoel dat mensen Pas verslavingen ja nee wat wat maar ik denk dat mensen sowieso altijd verslavingen zeg maar ook onderschatten want vaak zeggen mensen altijd van ja maar uh, 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 ah, daar kom je zo van af. Maar ik denk, sommige verslavingen... Oei. Dan moet je echt... Het, maar ma dat dacht ik ook. Ja. Ik, was ook, ik dacht ook, ik ben niet verslaafd, weet je ik, bedoel, ik heb geld, ik heb mijn huis. Ik heb geen rotte tanden. Ik hoef niet op straat te bedelen. Ik ben niet verslaafd. Dat is diegene die ik zie die tegen mij zegt... Hé, hey, heb je misschien een euro uh, brood kopen? Die is verslaafd. Dat is een junk. Nee, broer. Een verslaving... <coughs> het is een erkende ziekte. Weet je wel, als jij daar niks aan doet... Het wordt alleen maar erger. Ja. Dus het wordt alleen maar erger als je denkt van, nou, dit is, dit is al erg. Het wordt nog erger. Ja. En dat geloof ik nooit. Ik denk, ja, hoe, hoe erg kan het nou zijn? Oké, okay, weet je, ik lieg een beetje. Ik, 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 uh, maar ik doe toch niemand kwaad? Dat ook, weet je. Ik doe niemand kwaad en ik was een alleengebruiker. Maar ondertussen zag ik mijn sociale leven was niks meer. <coughs> relatie met mijn vrouw, relatie met mijn kinderen. Weet je, je denkt, ja, dit, dit is toch geen leven? En dan wil je stoppen en dan kan je niet stoppen. En dat is verslaving. Dus Want, dan heb je hulp nodig. Ja. Yeah. 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 En, en, en is het zo voor de mensen die nu verslaafd zijn en meekijken... Uh, de eerste stap is volgens mij gewoon erkennen dat er een probleem ja, is. Het, met die eerste stap is het allermoeilijkste. Yeah. Die eerste stap ja. heb ik zo lang over gedaan. Over ja. Die eerste stap dan moet je over schaamte heen, een schuldgevoel. En je denkt, fuck man, wat voor loser ben ik? Ik moet eruit komen. Maar geloof me, die eerste stap... Ik wil niet zeggen je bent op de helft... Maar het is zo'n goede stap als jij belt naar een kliniek of je gaat naar je huisarts. Ja. zegt, joh, I got a problem. En dan zegt hij: dan zegt hij Sommigen zeggen dan: Hey, goed van je, man. Gefeliciteerd. Dit is, dit, is, dit is wat we willen. Dat je het zelf erkent. Ja. En niet dat iemand zegt: Ja, maar hij gebruikt heel veel. Dat je zegt: Nou ja, dat valt wel mee. Nee, broer. Ja. Je weet zelf of je verslaafd bent. Dat is als je er niet meer als je er niet van af kan blijven. En het was bij mij drie dagen. Ik denk ik: Nou, hier, man. Ik ben drie dagen heb ik niks gedaan. En dan ging ik weer. Precies waar ik was begonnen. Dus je hoofd, die verslaving is zo sterk dat hij in jouw hoofd zegt. Jij bent niet verslaafd, man. Want hoe ver moet je gaan om op een gegeven moment, want op een gegeven moment ben je gestopt. Ben je dan niet, waar ik altijd dan bang voor ben, is van oké, okay, dan moet ik alle prikkels uit mijn buurt houden, zodat ik geen terugval krijg. Was je ooit bang voor een terugval? Ja, maar die terugval, kijk, als je niet sterk in je schoenen staat, één, want niet iedereen gaat het redden, dat is ook zoiets. Weet je. Ik wilde altijd iedereen helpen, tegen iedereen zeggen, ja, niet iedereen gaat het redden, niet iedereen is zo sterk. Uh, het hangt van je situatie af. Weet je, ik, ik kan me niet in, in iemand anders verplaatsen die geen werk heeft, die geen schulden heeft, die uh, een kloten situatie thuis ja. heeft. Die, snap je, daar kan ik me niet, want ik had het nog allemaal. Ik dacht, dit ga ik allemaal kwijtraken als ik nu niet stop. Het was voor mij die, 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 die druppel van luister, je gaat het allemaal verliezen. Ik had de show afgezegd met, met de smoes van: ik heb een burn-out. Uh, het, het ging gewoon niet meer. Weet je, m mijn moeder die leed eronder. Uh, mijn broertje moest elke keer die het management doet: moest zeggen, ja, nee, hij is ziek. Nee, hij komt niet. Nee, hij is wat later. Nee. Weet je, die dacht ook: van, ja, wat moet ik hiermee? En iedereen zegt tegen je: zoek hulp, want dat is wat je wil. Maar je, je bent te trots. Je denkt: ik ben dun, Najib hem ik hoef geen hulp. Ja. Weet je, je wordt gezien als rolmodel, je wordt ja. gezien als. Aan... Maar luister, iedereen is mens, broer. Ja. Iedereen, uiteindelijk, weet je wel, ga je toch weer terug naar die eenzaamheid. En dat was wat voor mij wat was, die eenzaamheid vulde ik op. Drugs was mijn vriend, drank was mijn vriend. Dat was een afleiding. Ik vluchtte daarin. Maar waar komt die eenzaamheid vandaan? Want je had een mooie vrouw thuis, die prachtige kids. Ja. Uh, je hebt elke keer volle zaden ja. met alle mensen die Gek jou dat, willen he? zien vanwege jou. Dan zit ja. Ja, wat... je eenzaam. Ja, dat is toch, ik denk toch dingen in, 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 in uh, trauma's uit je jeugd die je nooit hebt verwerkt, waar je nooit heb, uh, over hebt gepraat. Ik denk dat het bij mij ook een, een ding is van mijn vader, weet je wel. Een, 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 dat ik mijn vader miste. Mijn vader ging uh, die overleed toen ik 24 was. Dus die heeft eigenlijk niks meegemaakt van mijn succes, maar ook niks wat je heel graag met je vader zou willen. Weet je, je wil, uh, je wil laten zien, hé hey, pa, ik heb een rijbewijs. Hé hey, pa, ik heb een diploma gehaald. Mijn vader zei altijd, ja, het wordt helemaal niks met jou. Weet je, dan wilde ik me zo graag bewijzen dat het wel iets werd met mij. En dat was op de toneelschool, want daar was ik op mijn plek. Alleen dat kon ik niet, weet je wel, nu tegen hem zeggen. En daar heb je dan zoveel spijt van. En dan ga je soort in spijt en schuldgevoel zitten. Waardoor je je gewoon eenzaam gaat voelen. Dan denk je van, shit man, ik had me zo graag aan hem willen bewijzen. En dat je een minderwaardigheidscomplex krijgt. En als je daarin gaat zitten en je bent gevoelig, hè, want gevoelige mensen zijn verslavingsgevoelig... Ja, en je kan dat wegdrinken, ja, dan is dat even voorbij voor even. Maar als je dat elke keer nodig hebt je gaat er ook nog drugs bij gebruiken, je gaat er ook nog gokken, ja, dan denk ik van dan ben je er weg kwijt. En dan heb je echt hulp nodig. Maar het komt voort uit ja, uh, onzekerheid, uit uh, jeugdtrauma's. ik wel hoor. Ja. 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 En dat is, je, je wil zo graag bewijzen. we hebben het er net over, weet je wel, we moeten een horloge, want we willen ons bewijzen: kijk, ons eens succesvol zijn. En als je eenmaal succesvol bent, weet je denk je: "Is dit het?" Weet je, want dat is het. Ja, is dit het, weet ja. je Want voor de rest ja. Je kan wel de hele tijd de Najib Hali uithangen. Maar er zijn ook er zijn ook mensen met andere problemen, weet je wel? Ja. Het gaat de wereld draait niet Ik dacht de wereld draait alleen maar om mij. Maar, maar het komt ook door de mensen eromheen die ja. jou ook dat gevoel geven. Ja. Want op een gegeven moment als jij de Najib Hali ja. bent, en uitverkochte shows vinden mensen om ja. jou heen het ook ja. leuk om met jou geassocieerd te worden. Als je wint heb je vrienden. Ja, ja. En, ja. En, en, en je verdient geld, dus die gasten ja. denken ook, maar ik moet met hem hangen. Sterker ja. nog, famous by association. Ja. En je, weet je wie ik ken? Ja. Ik, ik ken, hij is mijn broeder. Ja. Dus je denkt, maar ik ken deze guy ja. En toen ging ik uit en dan was het de hele tijd, kom eens, kom eens. En dan kwam ik, hier, Snedipo Harley. ik wil je even voorstellen. <laughs> Continu. Of gewoon, lo, loop even mee. Ik zeg, maar ik ben even be Even, even, even. Hier, ik zei toch. Dat de hele tijd. Ja, dat is vermoeiend, bro. Ja, dat is echt, dat is echt vermoeiend. Maar goed, ik, ik, ik weet niet wat ik in ieder geval had gedaan. Ik denk dat ik ook het enthousiasme had, maar. Ja, ik zou ook iemand met rust laten. En dat was dan heel veel getrek aan je. Iedereen wil wat van je. Iedereen wil wat van je. Ja. Weet je? En, 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 en uh, hou dit even vast. Hey, uh, ik heb wel eens kaartjes in mijn hand gehad. Gewoon een visitekaartje van een restaurant in Marrakesh. Alsjeblieft broer, kun je die even vasthouden? Maak een foto. Ik zeg, maar, wat is dit? Ja, als je komt, kom gratis eten. En ja, dan heb ik een foto gemaakt. Dan dan... Maar dat soort dingen allemaal, weet je. En dan ja. word je best wel... Ja. Ja, het is... Het is... Ja, moet ik het... Soms moet ik er echt om lachen. Ja. Ik moet er soms om lachen. Dat maar, is... maar, 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 maar dan kom je op een punt. Ik ben trots op, want hoe lang ben je al clean al? Al jaren... Ik ben nu vijf jaar en wow. uh, zes maanden clean. Mooi ja. man. En tel je ook de, de huid ook als. Ook... Ja, ja, je hebt, je hebt zo'n app. Ja. Maar bij mij was het na, na. Het klinkt heel raar, want natuurlijk. Je kan altijd, er zijn mensen die hebben tien jaar terugval. Maar de laatste keer dat ik naar een, een dagbehandeling ging, had ik een knop omgezet. Ik zei oké, okay, ik wil dit leven niet meer. Het, het was gewoon te veel, van. Het was gewoon te veel, man. Te veel drugs. Te veel shit, te veel leugens. Ik was moe, man. Ik was echt moe. Ja. Ik dacht, er komt een dag dat, dat ik het niet meer trek. Ja. Gewoon lichamelijk niet. Dat ik gewoon te veel neem en mijn hart stopt ermee. Ja. Want weet je wel, het, het, het zijn genotsmiddelen. Ik bedoel, geen moraal, dat mensen geen drugs moeten gebruiken. Maar drugs misbruiken. Ja. Dat wordt echt vaak onderschat. En je merkt gewoon, mannen van mijn leeftijd. 40, 50. Nou ja, je, je kent ze ook. Rappers, artiesten. Zijn weg. Om ja. Het, het trekt het niet meer. Ja. De hoeveelheid, de, de sterkte. Of het nou gaat om wiet, waar heel veel uh, THC in zit. Ja. Of omdat het gaat om, om uh, de nieuwe dingen. De ecstasypillen waar heel veel... Het, je lichaam zegt op een gegeven moment... We klaar? Ja. ja. En het lullig is, soms bij mensen die één pilletje hebben gebruikt. Dat lees je ook wel eens. Dus, ja, mijn dochter ging naar een feest, had nooit... Ze heeft maar één pil gebruikt. En ze, weet je, dus Gelijk, je, weet niet, je weet niet wanneer het komt. Ja. Maar ik weet wel, als je heel veel gebruikt... Dat kan niet goed zijn. Ja, uiteindelijk gaat het uh, de verkeerde kant op. Uiteindelijk gaat het de verkeerde kant op, ja. Maar nu heb je bijvoorbeeld ben je zelf vader. Um, weet je al hoe je je kids gaat behoeden? Van, denk je daar wel eens aan van... Maar dit wat ik heb meegemaakt, dat gun ik mijn kids helemaal niet. Ga je er ook, dat, ja, ik ben zo'n guy, ik ben een maler. Ja. En ik ga nadenken van... Ja. Hoe ga ik dit laten doen? Hoe ga ik ervoor nou. zorgen dat ik wel een beter vader ben? Die en die en zus. Dat wat ik heb gemist ga ik compenseren. Ben je daar ook mee bezig? Daar ben ik absoluut mee bezig. Alleen ik merk dat deze kinderen van nu zijn veel cleverder. Die, die, die weten heel veel. Maar dat komt omdat ze natuurlijk op die social media zitten... en spelletjes spelen die ik nooit heb gespeeld. Maar dat is al het gevaar. Dat ze te lang op die telefoon zitten. Ja. En dat is mijn gevecht nu. Ja. Dat is mijn, en niet alleen mijn gevecht, want ik ken iedereen om me heen. Ja. Daar moet je echt heel streng in zijn. Ja. En ik ben niet zo streng. Maar je moet daar echt heel streng in zijn. Met wie spelen ze online? Dat soort gevaar allemaal. Ja. Ik vertel het ook in mijn show. Ik zeg, ja, vroeger, weet je wel, zei je moeder, kijk uit hè. Met niemand meegaan. Niemand, je, je hoeft niet meer met iemand mee te gaan, want hij speelt met je kind ja. aan de andere kant van de lijn. En hij zegt, hallo, ik ben Theo. Jij, ja, ik ben ook acht. Weet je? Ja. Dus dat gevaar. Dus ik kijk af en toe in zijn telefoon wie, wie die appt of wie, ja. wie die praat. Weet je? Telefoon is gewoon klonen, bro. Je moet hem gewoon klonen. Stiekem klonen. Ja. Dan kan je altijd bij je kids kijken wat er precies oh, okay. gebeurt. Je ja. kloont hem gewoon. Ja. Dan heb jij gewoon letterlijk gewoon, hoe ja. heet telefoon? En dan haal je die Theo of die Kees, of die hij je ja. allemaal in de gaten. Dus dat doet mijn vrouw? Ja. ja. <laughs> oh, oh, yeah. Ter hoog nee, 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 maar ik sprak hier met uh, Walid, uh, ja. met Barik, en hij zei ook van, hij is gewoon streng met zijn kids. Van, ja. nee, uh, tablet gaat weg. Ja. Gaan even iets creatiefs doen of uh, hoe heet Ik het? ben dan slecht. Ja. Ja. Het gaat nu steeds beter, hoor, ja. want we hebben nu spelletjes. Maar dan moet ik aan tafel gaan zitten en een spelletje met ze doen. Ja. Want ik kan wel zeggen, jullie moeten dat doen, maar jij bent de ouder. Geef het voorbeeld. Of ja. zeg, kom, we gaan nu naar buiten. Ja, maar het regent. Ik zeg, ja en. We hebben regenjas of niet? Ja. Let's go. Ja. Dat is echt, ja. Het, het zijn, weet je wat, na-apen. Ze doen gewoon wat jij doet. Ja. Als ik zeg, zonder telefoons allemaal eten, dan zijn wat eten. En dan liggen de telefoons hun, hun weg. Maar die van mij ligt daar nog. En dan merk ik gewoon dat ik even dit doe. Met de zaken. Ja, papa, je zet de telefoon. Ja, papa, werk. En Dan ga ik in een discussie. Ik denk, nee, man. Dat is, dat is niet zo belangrijk. Je kan ook even eten en dan ja. pas. Ja. Dus het, het voorbeeld geven. En dat heb ik natuurlijk met mij gebruikt. En ik denk ja, weet je wat voor voorbeeld ben ik dan? Ja. Daar zat ik ook heel na te denken. Ik denk, stel je zoon komt met een, een joint thuis en die gaat zitten roken. Ja, ja dan kun je wel een klap geven of zeggen: ik hey, doe normaal. zegt hij: Ja, pa, doe normaal. Hallo, jij dan? Hier, hier, ik, ik heb het gelezen op. Ik, <laughs> ja, ik heb het gegoogeld. Zo, hier, pa, hoe dan? Ja. Huh? ja. Pablo Escobar belde zelfs op. Die zei, hey, tranquilo. Dat ben ja. jij toch, papa? Ja. Nee, dus ik probeer wel te vertellen van. Wat een verslaving is, in de zin van uh, uh, je telefoon, iets willen en dat je dan moet stoppen en dat je dan boos wordt. Ik zeg, ja. Dat wil je, of snoep. Weet je. Er, zijn zo, er zijn zoveel dingen waar. Ja, ik, het vind, het, ik vind het moeilijk. Uh, maar ik vind ja. ouderschap vind ik zo moeilijk, omdat je dan alles wat je doet en wat je niet doet, heeft ja. effect. Ja. Dus, dus, dus je kan heel veel aandacht geven. Dus volgens mij, dat is nooit slecht. Maar bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld een kind te veel verwent, ja. dan kan je hem ook verpesten. Ja. Als je hem te weinig geeft, ja. kan je hem ook verpesten. Ja, je moet echt maar waar vast... is de balans? Ja, die, die, die moet je zoeken. Geef ik je vandaag een auto of morgen een auto? Ja. Geef ik je twee ja. weken geen autootje, speel ja. op de auto of twee ja. weken dat wel? Maar ja, als vrienden raden naar jou kijken ja. dat jij geen PlayStation hebt, maar hij weer ja. wel. Ben ik dan die gierige ja. vader? Of ben ja. ik... Ja. ja, je vader verdient toch wel geld. Waarom heb jij niet de vijf? Hey. Waarom heb je nog een PlayStation 2? Ja. Maar dat, en dan ga je, bij mij ging compenseren, omdat ik er heel vaak niet was. Altijd als ik thuis kwam, had ik iets. Ja. Kun je het voorstellen? Ja. Als je niks had, papa, weg. Toen dacht ik, hé, hey, zo werkt het dus. Iets kleins, maakt er niet uit wat. Ik moest iets hebben. Papa, wat heb je voor ons? Uh, niks. En dan draaiden ze alle twee om. Maar dat heb ik in werking gesteld, omdat ik altijd met iets kwam. Ja. Ik gaf ze altijd iets. Iets kleins, een dingetje. En met snoep bijvoorbeeld, weet je wel. Oké, okay, door de week zegt mijn vrouw, geen snoep. In het weekend ze een kasten, dan mogen ze chips en dan mogen yeah, ze, yeah. maar dan komen ze bij mijn moeder en mijn moeder hele zak vol met chocola. zeg maar niet doen, doet. ja, jou zijn kleine kinderen. nou ja, dan snap je en elke keer weer hier voor de kinderen. ik zeg maar nee nee. ja maar ik heb het gekocht voor de kinderen. geef het nou aan de kinderen. Ik ze zeg ah. ja jullie hadden het niet, weet je? geef het gewoon. ja dat. ja. weet je ja, het is en dan zo moeilijk. ja het is heel moeilijk. maar als je die balans kan vinden, want ik ken kinderen die zeggen, nee, wij kijken geen tv. Zo bedoel je? Nee, wij kijken geen tv. Beetje snoep. Nou, nee, nee, nee. Ja, ja die heb je ook, weet ja. je wel. Dat is weer misschien het Mijn moeder heeft wel invloed op mijn zoontje. Ik, ik, mijn moeder heeft mij met een tik opgevoed. Dus ja. ik merk gewoon dat hij luistert. Niet het, hij luistert ook naar mij, want hij vindt het niet leuk als ik boos word. Ja. Want ik, ik, word daar, ik ben altijd lachen met hem. Maar als hij een beetje een toontje aanslaat, dan krijg ik ja. kortsluit. Ik zeg, ja. ik, hey... Ja. Maar dan, dan schrikt hij, want dan ja. vindt hij dat niet fijn. Hij, nee. Ja, papa moet lachen. Papa, zeg, maar ja, papa ja. Wil, kan ook lachen, maar je moet wel respect hebben. Ja, heb ik sorry, ook. sorry. Dus, dus dan, maar mijn moeder, die, kijk, hij kan mij omkopen om, om snoep te halen. Dus die zegt: oh Papa, gaan we even naar de Jamin. Hm. En dan ga ik altijd. Ja, hij zegt: Ja, want daar heb je die, die snoepjes die jij lekker vindt, wijgums, toch? Ja. Dan kan je voor jezelf halen, maar dan kan ik. Ja. Ik trap er altijd in, want Tuurlijk. ik vind het ook lekker. Maar mijn moeder zegt tegen hem: Jullie gaan naar de stad, toch? Geen snoep, hè? Zegt ze tegen hem. Ja. En jij ook niet van Anne, want jij bent dik geworden. Je moet afvallen. Mijn moeder die vet ja, ja. me gewoon. Zeg ja. Maar ja, nee, want je bent te dik geworden. <laughs> niet dus dan gaan we naar de stad, en dan wil ik toch nog ergens. En dan zegt hij: zegt Leidje, papa, ik mag geen snoep van ja. oma. Ja. Hij houdt zich gewoon eraan. Ja. Maar dat is een overwicht in mijn moeder. Hè. Ik weet niet ja. wat, hoe ze dat doet. Nee, ik, ik heb het ook hoor. Bij mijn, bij mijn moeder zegt ze: nee hoor, hij was heel lief, hij was heel dit, hij was heel dat, hij luistert gewoon. Ja. En bij mij is het toch, ja, hij weet gewoon als ik dit doe, mijn zin doordruk, dan krijg ik dat. En soms is het lastig, omdat ik heel veel toegeef en nu ik niet wil toegeven, ja. krijg je gewoon een kind die gewoon, ja, denkt: hé, hey, wat de fuck man. Ja. Je zegt altijd ja en ineens ga je nu nee zeggen. Waarom? Ja. En heel lang, ja, maar papa, alleen eentje, nee. Ja, maar alsjeblieft, want ik heb nee. Weet je, en, dan nog, en dat gaat maar door, totdat ik mijn stem ga verheffen, wat ik niet wil. Ja. Ja, en dan, dan is hij verdrietig. Weet je, dan denk ik, ja, dat is ook niet de bedoeling. dat is ook niet de bedoeling, klopt. Dat nee. is, ja. ja, want anders zeg ik, dat, dat ouderschap ding is, is, is een, ze moet een handleiding, er bestaat niet eens een handleiding ervoor, want alles heeft impact. En alles. En daarom. Weet je, de, de moeder ook, ja, die, die, weet je wel, die met eten, ze ook met eten, wel met gezond eten, maar wel ja. dat ze, voordat ze naar bed gaan, ja, maar papa, ik mag altijd voor mijn moeder nog een appel. Weet je wel, ik mag altijd nog dit, zeg, hier. Nee, maar mama scheelt hem altijd. Fuck, moet ik ook nog de appels En in stukjes. Broer, eet gewoon die appel. Ja, dat doet mijn vrouw. Nee, want hij wil in stukjes en hij wil dit en dan mag hij een brekertje. en dat is standaard. Als ja. dat je hem naar bed stuurt. Ja, maar ik mag nog. Ja. Als de hele Ja, heb een heel ritueel. En dat is ook zo'n ding, weet je? Als ze een heel ritueel hebben, jij gaat daarin lopen poeren. Ja. Of zoals mij, in mijn geval, ik kwam er ineens weer bij. Ja. Jij, weet je, mijn vrouw heeft toen alles overgenomen. Ja, dan is het heel, dan is het ja, dan moet je ook wel weer sterk in je schoenen staan. Zo, dus, oké, okay, dit, is, dit is... Want alles draaide om mij, ja. weet je. Het gezin ging gewoon door, maar het draaide ze om mij. Ja. Oké, okay, papa is ziek, die kan dit niet en die gaat ook niet mee naar daar naartoe. En ineens ben je er wel ja. en dan wil je alles heel veel. Ja. En dat, ja, weet je, ook gesprekken met een psychiater. Is, ja, rustig, je moet er weer inkomen, weet je. Want wisten zij ook wat jij had ongeveer? Nou, of... dat niet. Misschien dat Noah dat nu wel weet. Want ik moet nog steeds een goed gesprek met ja. hem hebben erover. Maar ik vind het lastig. Maar hij weet, hij weet wel. Uh, papa was uh, ziek was en ziek. hij helpt andere mensen. Dus dat vindt hij wel heel, heel mooi. Weet je? Ja. Want we hebben dus een, 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 een kliniek. Wat en dat weet, dat weet hij wel. Haar, ja, dat weet hij wel. Weet je, dus hij weet wel van mensen die dronken zijn. doen rare dingen. Weet je, dat ziet hij natuurlijk ook filmpjes. Ja. Mensen die ongelukken hebben. En, weet je, het wordt allemaal gefilmd tegenwoordig. Ja. En het sneekt er toch doorheen. Weet je, Want je wil niet dat ze dat soort dingen zien. Maar dat soort dingen, ja. Maar mogen ze ook van jou ook op, op social media hebben ze ook. Mijn eigen account? Uh, ja, ja, maar het mag natuurlijk niet. Maar uh, mijn vrouw had toen TikTok weggehaald. Ja. Omdat ze een challenge gingen doen. En die challenge is dat ze zo'n bekertje pakken. En dan zo gaan doen voor de lippen. Dan gaan ze erop zuigen. Ja. Toen kwam ze gelukkig de kamer binnen. Toen zei ze: Wat ben je aan het doen? En toen had hij hier, gewoon vier dagen lang. Dit was helemaal blauw zo. Hier. Ja. Helemaal blauw. Toen zei ze: Kom hier. En Toen heb je straf gehaald. Maar laatst. Ja, mijn papa, mijn hele klas heeft het uh, en dit. Ik zei: Oké, luister. Ik zeg... Als je maar geen rare dingen kijkt, weet je wel? Kijk, als je grappige filmpjes vindt, vind ik niet erg. Ook als ze naar YouTube kijken, vind ik niet erg grappige filmpjes. Of hoe werkt een airbag? Dat soort dingen. Ja. Maar ze kijken naar maffe dingen. Ik denk, ja, wat, ja, wat, wat is dit, man? We hebben geen controle. Op, man. Ja, precies. Ja. Dus die controle van wat ze zien, ja, dat, dat heb ik niet ja. altijd in, in, in mijn macht. Maar ik denk zo lang ze dingen melden en zeggen: papa, dit is eng of dat. Dat ik kan praten, kan zeggen: luister, niet alles geloven. Ja, maar ik zeg: maar het is niet waar, Noah. Dit is wat je ziet, is niet altijd waar. Ja. Dus dat, dat ze weten wat wel waar is en niet ja, waar is. Maar heel belangrijk. Maar die grens is natuurlijk heel moeilijk. Ja. Dus soms, soms trap ik er zelfs in. Denk ik van: nou, oh, dit is waarschijnlijk echt. Snap ja. je? Maar ja. dan, en dan, dus... tegenwoordig heb ik ook AI, hè? dus alles kan. Ja, ja, ja. Tegenwoordig, alles kan ja. gegenereerd worden. Daarom. Dus kun je je stem pakken. Ja. ja. En dan uh, ja. Het is Najib Omale die spreekt over zo'n ja. deepfake-foto, ja. filmpjes. Ja. Ik ja, vind het wel leg, een enge ontwikkeling. Ja, hoor. leg maar eens uit dat het allemaal niet echt is. Ja. Je ziet het toch, je hoort het toch. Ja. Ja, leg dat maar eens ik uit. Ik vind het wel heel eng. Ik denk dat ze we ja. wel met de regels ja. moeten komen voor AI hoor. Want ja. als je daar geen regels. Ja, bro. Tegenwoordig kan je tegen mensen zeggen: van uh, yo, maar ik ben het niet. Ja. Maar als jij iemand belt en dus je hoort zijn stem. Ja, ja, ik je zeg... ziet zijn nummer. Je ziet je je kunt zijn nummer. Ik kan hem doen. Heel spoeven, ja. Dat is freaking eng hoor. Ja. Dus daar ja. moeten ze echt wel met regels komen of dat je ja. je bank belt. Ja. Hallo, ik ben het met je type man. Dat gebeurt natuurlijk nu met, en hoeft niet eens met AI. Dat is natuurlijk de oudere, weet je wel. Ja. Dat vind ik ook een van de ja, meest laffe, smerige dingetjes hoe ze oude mensen ja die ook eenzaam zijn en worden gebeld en dan ja. komen hun pasje halen Ja. en die daar zo intrappen. Ja. Snap je? Dan denk ik, wauw, man, dat is echt een. Uh, ja, hoe zeg je dat? Sowieso dat is natuurlijk crime en misdaad, maar ja, ja dat was vroeger niet. Ja. Weet je? Ja. Dat was Dan ging je ja, niet om kinderen nu, maar, maar dan had je een bankenopval. Dan had je een plan gemaakt en dit. Ja. En tegenwoordig, ja, weet je, is, is dat is de dat nieuwe Een nieuwe, uh, oprichtingstruc? Een nieuwe... Ja. Ik stuur jou een brief met een verkeerde rekening en jij maakt dat over. Weet je, het is allemaal zo slim en zo. Ja, vandaag hoorde ik in het nieuws dat ze iets hadden van. zijn dit jaar minder overvallen gepleegd. Ja. ja. Omdat ze zoiets hadden van. Uh, er, is minder, er valt minder cash ja. te halen. Ja, want iedereen wil dat je pint. Ja. Snap je? Soms kom je met cash en zeggen mensen, maar oh ja, nee, ik heb alleen maar pinnen hier. Ja, ja maar ik heb geld. Ja, ja nee. Ja. Ja. En andersom ook. Hè? Ja. Pin automatisch kapot, vriend. Ja, ik wil ja maar ik heb pinnen. Pin vind ik ook gevaarlijk, want pin, je ziet niet wat je pint. Maar dat. Ik, snap ik, je? Je, je, je pint maar de hele tijd ik dacht ook vroeger, ja maar ik heb niks te verbergen nee het gaat niet om verbergen het gaat erom mensen weten wat je hebt gekocht waar je hebt gekocht ja. hoeveel je dingen koopt ja. die informatie verkopen ze door aan ja. je uh, verzekering je verzekering zegt ja maar meneer uh, u bent dik geworden omdat u heel veel cola drinkt hè ja. cola ja ja we ja. weten precies hoe en wat ja. en later is het van nou we willen niet de verzekering zo ja je ziet dat heel veel nou, dat gaat niet goed hoor ja. hart en vaatziekte kans op dat is wat ze dat, daar, daar ben je bang voor dat je data dat je je DNA, ja. dat dat voor andere dingen wordt gebruikt. Maar ze weten al lang alles, bro. Ja, ze Ik bedoel, uh, als je kijkt op social media, dat je. We lezen nooit die kleine letters. We, we klikken nee, alles oké. Oké, okay, okay, I agree. Alles. I agree. Ik voor ik alle apps ja. geef je I agree. Ja. Dat iemand zegt, ja, maar ze kunnen niet afluisteren. Hoe bedoel je? Het is ja. gewoon een of andere ja. uh, app die ik heb geïnstalleerd. Ja, maar je hebt toch gezegd ja? Ja, kijk eens naar de letters. Jouw foto's mogen ze gebruiken. Jouw contacten ja. kunnen ze inzien. Nou, ja, je weet het, als je praat. We hebben het nu over bepaalde dingen. Dan krijg je straks allemaal reclame ja. links. Ik vind die hossel van Instagram zo slim hè, dus wij posten iets en Mark Zuckerberg, die is gewoon eigenaar van al die dingen, ja. die kan het ook gewoon gebruiken ja. en wij maken content voor hem, ja. maar hij verdient zeg maar op advertentiekosten ja. en wij zitten elke keer, ik moet iets posten man, ja, ik ja. moet iets posten, ik ben viraal gegaan, ja, ja. maar Mark Zuckerberg is degene ja. die zeg maar gewoon al die advertisements aan het, uh... kijk nu gaan ze dingen proberen te verzinnen waarbij we ook ja. wat eraan kunnen verdienen, ja. maar het is nooit vergeleken met wat al die guys maar waarom komen wij niet met ons eigen platform? Ja, ik weet het niet bro, maar het is, het, het, ja, weet je, het is je, je hebt ervoor getekend. Ga ja. niet zeggen dat je het niet weet. Ja. Snap je? Als je een casino binnenkomt, ja, weet je van ik kan verliezen. Ja. En casino's en dat soort dingen, je weet, het is er niet voor jou. Het ja. is er voor degene die ja. het bedacht. Ja. Maar wij denken dat we Ja. En uiteindelijk ja, het is ja, iedereen wil melden. Iedereen ik bedoel we doen er ook aan mee, maar je wil melden dat je hier zit, dat je ja. dat gaat doen. Maar waarom? Ja, ja, ja. Vroeger was het er ook niet. Ja. En, en, en ik denk dat je 99% van de mensen de volgers niet kent. Ja. Dat zijn mensen die, die jou volgen. Ja. Vroeger was het ook alleen je vrienden ging je volgen ja. En Dan had je alleen met je vrienden ding. Maar later dacht je. Wat, hoeveel volgers heb je. Oh, oh ja, nee, dan ga ik ook mensen toelaten. Ja. Weet je, en likes, weet je wel. Like mij en, en, en volg me. En, het, is, ja, het is iets van nu. Is iets ja, van is nu. Ook, en mensen maken je ook soms onzeker. Ja, maar die heeft 300.000 volgers. Ja. Je hebt 100.000. Ja. Of je hebt 60.000. Die heeft 500.000 ja. volgers. Ja. Dus je bijna gaat denken: oh, moet moet meer volgers ja. hebben. Ja, wanneer is het genoeg? Wat is, ja, wat Ronaldo, wat weet is hij er? miljoen. Ja. <laughs> <Ja. lacht> waar, waar wil je heen? Ja. Ja. Waar wil je heen? Ja. Ja. En, de en de wie mensen... wil je dat je volgt? Ja. Ja. En waarom moeten ze je volgen? Omdat je iets te melden hebt, omdat je iets te vertellen hebt. Ja. Weet je, ik heb heel vaak gehad, ik dacht, uh, volgens mij was toen bij, bij 80.000, dacht ik, nou is het klaar. Weet je, dan ging ik weer vermelden. Ah, jongens, ik, uh, ik ga naar Ajax toe. Wat Zit, zitten hun dat nou? Ik ga ja. naar Ajax. Toen zei ik ook, jongens, dit is de laatste. En die zei, nee man, doe niet. En ja. Ik had echt zoiets van, ja weet je, ik ga ja. natuurlijk elke keer melden. Maar toen dacht ik, je moet het gebruiken. Je moet je platform ja. gebruiken voor iets waar jij ook wat aan hebt. En dat is dat je iets wil melden aan de mensen die je volgen. Uh, je, je hebt een show. Of je wil iets vertellen waar je mee zit. Weet je, dan gebruik je het volgens mij op een goede manier. Ja, en er zijn natuurlijk nu heel veel mensen, content creators, die het gebruiken om. Ja, het is een beroep, weet je, er wordt ja, er zoveel ja. geld aan verdiend. Ja. Maar in mijn plaats was het meer: ik gebruik het om mede... Eigenlijk mijn nieuwskanaal. Ja. Je kan wel wachten tot je wordt uitgenodigd door de Telegraaf aan in een interview, maar dat gaat, dat gaat hem niet worden. Ja. Weet je, dus als ik je wat wil vertellen, dan ga ik niet naar de Telegraaf, maar dan vertel ik zelf aan de volgers hoe het ja. zit. In mijn woorden, wanneer ik wil. Dus iedereen heeft nou eigenlijk zijn nieuwschannel. Aan één kant heel goed, weet je wel, want we zien wat er gebeurt in de wereld, anders hadden we het nooit gezien. Uh, we zien wat er gebeurt in Congo, we zien wat er gebeurt in uh, Palestina, we zien ja. wat er gebeurt. Anders hadden we dat nooit gezien. Ja, ja ik vind het ook mooi ook hoe jij je social media ook... en vele andere social media kanalen inzetten. Ik doe het door middel van, uh, ja, van de radio. Dan bel ik ook mensen die bijvoorbeeld daar zitten... of familie ja. hebben die daar zitten in Palestina. Uh, maar ook bijvoorbeeld met deze podcast... heb ik ook gesprekken met verschillende mensen. Ja. Uh, Walid Benbarek, die had een ja. hele... Pleidooi hier gegeven. Vond ik het prachtig. Als je hem nog niet gecheckt hebt, ga je checken. Het is online op oh, uh, dit mooi. kanaal. Ik heb hem ja. uh, uh, ook heeft laatst ook, zeg maar. Ja, ook ook uitvoerig gesproken. Ja. Het is ook online. Of, volg me op Instagram dan. Ja, volg hem allemaal gewoon. Volg me. me. Gun me ook. Ja. Kom Vandaan op. op, op naar de miljoen. Hoeveel heb je er al? Ik heb nu 70.000. Hier. Dat is nog niks. Nog Hij, niks. Ik kan, kan er nog aan hoor. Maar zo, zo, ja. Maar zijn. <laughs> Help, help me, bro! Out. Ja, ik poste heel lang ook helemaal, helemaal niks. Maar ja, ja, volg me maar. Ja. Nee, maar wat ik dus mooi vind, het is, het is ook um, dat ik die dingen gewoon terugzie. Dat je op verschillende manieren ja. toch een manier vindt om het onderwerp aan te kaarten. Zie ik bij jou ook op social media heel duidelijk, staat het vuren, staat het vuren. Ja. Hoe is het voor jou? Want zeg maar, je kijkt ernaar, je, 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 je ziet de verschrikkelijke beelden. Ja. Je hebt, je, hebt, je hebt ook je Free Palestine uh, uh, hoodie. Hoor. Ik heb een speciaal, ik heb, ik heb, ik heb hem gekocht, dus een uh, speciale uh, hoodie en uh, dat is van, uh, ik weet niet precies, wat, planten een olijvenboom. Het is van een, uh, een organisatie en dat meisje heeft volgens mij familie daar in Gaza, Esther heet ze, of ze heeft schoonfamilie daar en die, uh, die, deze hoodies die ze verkoopt, de opbrengst gaat daar naartoe om daar spullen te kopen voor de mensen die alles hebben uh, achter moeten laten omdat er nog steeds heel weinig hulp komt. Maar over dat hele Palestina, over de Gaza. Weet je, het, het speelt al zo lang. Het speelt al zo lang. Dit is, dit, is niet, dit is niet van 7 oktober. Dit speelt al daarvoor. Weet je, en nogmaals, wat er gebeurt is, is vreselijk. En, 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 en ik ben al heel lang bezig om te kijken: waar kan ik bruggen bouwen? Hè? Vooral met de, met, de, met, de, met de Palestijnen, met de Israëliërs, met Nederlandse Joden, uh, met de Nederlandse moslims. Weet je, hoe kunnen we elkaar verbinden? Weet je, dat, dat zocht ik al heel lang. Dit doe ik al vanaf 2008 heb ik ooit een keer een, 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 een benefietshow gedaan in Carré. Voor het Hadassa kinderziekenhuis in Jeruzalem. Heb ik een benefiet gedaan, hebben we 60.000 euro opgehaald. Uh, prachtige dag. Ik denk heel Joods Nederland zat in, 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 in Carré. Ik heb daar grappen gemaakt over Joden, over moslims. Dat was echt een hele mooie sfeer. En dan gebeurt er zoiets en dan spreek ik me uit. En nogmaals, wat je dan heel vaak krijgt: van ja, maar Hamas. Kijk, ik heb helemaal niks met Hamas te maken, bro. Hamas, uh, uh, terreur wordt sowieso niet goedgekeurd in, in, in de islam. Terreur, welke vorm van terreur dan ook. Uh, er zijn regels om te vechten. Maar kent, die regels worden natuurlijk door iedereen verschonden, ook door moslims. Er zijn regels. Je vecht soldaat tegen soldaat. Je vrouwen, kinderen, ouderen, zieken, laat je met rust. Die mag je niet eens aanvallen. Gewonde mensen moet je verzorgen. Uh, mensen die gevangen houdt, moet je voeden. Dat staat gewoon in het boek. Zo voel je een oorlog. Dat is de enige manier. Bomaanslagen, jezelf opblazen. Bro, het is niet, het is niet islam. Het is absoluut niet islam. Het zijn de mensen die zeggen: ja, wraak. Weet je, het, het is gewoon heel moeilijk uit te leggen. En daarom. Dat mensen zeggen, ja, maar Hamas, ja, ik veroordeel alle terreurgroepen. Alle terreurgroepen die er zijn, iedereen die terreur gebruikt, het is fout. Want de enige weg voor vrede is praten. En ik snap het, hier worden mensen vermoord, daar, daar is haat, daar is nog meer haat. En wanneer houdt het op? Het gaat nooit ophouden op deze manier. Weet ja. Het gaat nooit ophouden als niet één iemand zegt: oké, okay, luister, we moeten nu praten. Geef me je hand, jij hebt pijn, ik heb pijn. Kijk, en wat we nu zien is dat je vecht tegen ja, wat ik vind een, 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 een volk. En, en buiten Hamas, hè? gewoon een volk wat al heel lang. Uh, 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 ja, uiteindelijk is het de schuld van de Engelsen. De Engelsen zeiden op een gegeven moment tegen de, tegen de mensen: Nou, jullie kunnen daar wonen. Hè? En daar wonen al Palestijnen. En die zijn helemaal die mensen. Nee, maar die wonen in Tentio, die schuiven wel een beetje op. Daar is het allemaal begonnen, naar mijn idee. En er komen nederzettingen en nog meer mensen. Het, het heet bezet gebied. Ik ken op de wereld geen enkel land wat bezet is. Dat is alleen daar, dat is bezet gebied, weet je wel. En. Ja, ja, weet je. En zeg, het is heel moeilijk. Het is volgens mij heel niet moeilijk. Je moet gewoon een oplossing vinden om die twee, die twee uh, volkeren. die moet je gewoon zorgen dat die gewoon weer gaan praten. en uh, verdelen, prima. Of gaat, gaat die daar naartoe? Maar dit, wat er nu gebeurt. en het geweld wat wordt gebruikt. en wat wordt gezegd. ja, maar we proberen Hamas te vangen. Ja, het, weet je, ik, ik zie die beelden. Bro, ik, ik, ik zie die beelden. En, en het is hypocriet, hè? Het is heel hypocriet namelijk. Dat zei iemand op de feet. Toen dacht ik, ja, daar zit wat in. Hij zegt, ja, ik zie die beelden van die Oekraïners. Eh, Oekraïniërs. Oekraïners? Oekraïners. Oekra 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 mensen uit Oekraïne. Ja. Zie je bro? Blijven Oekraïne. 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 toch twee buitenlanders. <laughs> Hij zegt, ik zie dat. En ik zie daar een, een blond meisje met blauwe ogen. Hij zegt, dat doet mij denken aan mijn kinderen. Hij zegt, en dat doet pijn. En dat heb ik ook, bro. Ik zie daar kinderen in Palestina. Die lijken op mijn kinderen. Ik zie daar vrouwen. Die lijken op mijn moeder. Maar hoe, hoe hypocriet is dat? Dat je dan pas. Iets voelt en iets gaat doen. Maar zo werkt het bij mensen. Je ziet dat de, in Amerika worden de, uh, uh, de, 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 de Afro-Amerikanen worden neergeschoten door de politie. En dan hebben de andere Afro-Amerikanen, hé, hey, dat kan mij ook overkomen. Dan krijg je Black Lives Matter, staan mensen op. Maar het, het is raar. Het, het moet op je lijken. Het moet jouw soort zijn voordat je iets doet. En daar betrapte ik mezelf op. Maar dit, wat we nu zien, ja, weet je wel. Je kan, ook, je kan ook zeggen, oké, okay, we stoppen even met bommen we gaan op een andere manier kijken hoe we Hamas kunnen vangen. Ja, ik, ik, hoe, hoe we iets kunnen doen. Ja. Maar dit is gewoon buitenprofessioneel. Ja. Echt, dit is gewoon... Want ook als je kijkt bijvoorbeeld naar die VN-resolutie, waarbij ja, die Nederland die mee stemt, man, met, met staakt het vuur, dat Nederland zegt, ja, nee, we kunnen niet. Maar in mijn hoofd denk ik, maar iedereen wil toch dat ceasefire, staakt het ja. vuur, je wil toch dat het stopt. En natuurlijk, je bent een land, je mag, je mag je verdedigen. Tuurlijk, als je wordt aangevallen, moet je je verdedigen. Heel simpel. Maar nu zijn we op zoek, wat ze zeggen, naar de Hamas, naar de tunnels. En dat doen we door middel van alles plat te bombarderen. Ook de ziekenhuizen waar kinderen in zitten. Ze zeggen: ga naar, naar het zuiden, want we gaan hier bombarderen. Ze gaan naar het zuiden, dat wordt gebombardeerd. We sluiten ze af van water. Van, dit, dit, is, dit kan niet. Dit is, dit, er, zijn ook re, er zijn ook regels om oorlog te voeren. Die zijn er ook. En dat is dat, precies hetzelfde dat je. Burgers uh, niet, niet, niet dood, dat je water, dat je elektriciteit niet afsluit. En dat gebeurt wel. Ja. En de hele wereld kijkt toe. En dat maakt me zo kwaad. Soms denk ik: maakt het me kwaad omdat ik die dode mensen zie. of omdat de wereld gewoon het heel normaal vindt. Dit is niet normaal. Ja. Weet je, dit is niet normaal. Zou dit in een ander land gebeuren? Het gebeurt in een ander land, in Oekraïne. Uh, bedrijven gaan weg uit Rusland, boycotten Rusland. Uh, Rusland is een paria geworden en de mensen kunnen hier naartoe en terecht. Hè? Ik bedoel, we moeten mensen helpen ja. die in nood zijn ja. en dan krijgen een huis en krijgen dit. En bij de Palestijnen is het ja, nee, die, die kunnen niet eens weg, die mogen niet weg. En nogmaals, hè, het is niet alleen uh, de, 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 het Westen, ik bedoel, het is uh, Dubai, het is Marokko, uh, het zijn uh, de Arabische landen, weet je wel, die ook horen te helpen. Maar iedereen is stil, omdat het niet gaat om geloof. Het gaat er mij niet in dat het om geloof gaat. Het gaat om grotere dingen, bro. Het gaat om macht, het gaat om land, het gaat om geld. En dat merk je nu. Nu je je uitspreekt, krijg je gewoon van heel veel mensen... krijg je commentaar. Ik heb nog nooit zoveel commentaar gekregen op onderwerpen... Als dit onderwerp. Maar gewoon DM's van mensen die dan boos DM's. op je worden? Ja, niet boos, maar zeggen, ja maar, uh, ja, Hamas dan. En dan zeg ik, hé hey, broer, Hamas, ik heb niks met Hamas te maken. Ik veroordeel het. Ja, maar die, 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 die mensen die zijn vermoord. Ik zeg, ik vind het vreselijk, broer. Elk, elk, elk iemand die dood is, vind ik erg. Ook aan die andere kant. Ik had een vriend van me die zei, ja, lekker voor ze. Tien van die militairen dood. Ik zeg, nee broer, zo denk ik niet. Wat bedoel je? Ik zeg, die militairen hebben ook kinderen. Hebben ook... Misschien zijn ze gestuurd. Ik zeg, als jij zo denkt, lekker forceren, die gaat dood, lekker forceren. Ze. Ik zeg, wanneer houdt het op? Lekker forceren. Ze. Ik zeg, nee, ons, wij, wij, ja. het is een probleem van ons allemaal. Maar wij zeggen, nee, maar hun en hun. En je moet een kant kiezen. Maar ik kies gewoon de kant waarvan ik denk van, dit is not ver. weet je. Ja. En uh, uh, mensen zeggen, ja, maar je ontvoert. Ik zeg, ja man, ik, zeg, ik hoop, ik bid dat ze terugkomen, man. Dit hoort niet. Je hoort geen mensen te ontvoeren. Je hoort, ja. weet je, het klinkt ja. heel banaal. Oorlog voeren doe je met twee soldaten in een veld staan en op elkaar schieten, omdat ze door hun leiders zijn gestuurd. Twee soldaten met gelijke wapens of gelijke dit. Maar ik, ik zie geen soldaten daarbij. Ja. Weet je, en dat maakt het zo kwaad: dat, dat mensen zeggen: ja, maar uh, terreur. Ja, maar ik veroordeel ook terreur. Ja. Weet je, en dan hebben we hebben het over terreur tegen jullie, hè, als je over jullie moet spreken. Maar volgens mij, de meeste slachtoffers van terreur zijn nog steeds de moslims. Ja. Als je kijkt naar Syrië, als je kijkt naar Afghanistan, de Taliban. Weet je, terroristen hebben niet zoiets van, oké, okay, dat is een moslim... dus ik ga die bom niet daar gooien of... Nee, man. Het is, het is het angst zaaien en dat is wat er gebeurt. En dat doet de andere kant natuurlijk precies hetzelfde. Weet je, en ik ga helemaal niks uh, goed praten van geweld. Ik, 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 het zit niet in me, bro, om te zeggen van... ja. Lekker voor ze, of dat zal ze leren. Nee, absoluut niet, man. Absolute Ik vind het altijd niet. verschrikkelijk om te zien hoe wij als mensen elkaar pijn doen. Ja. Ik denk altijd bij mezelf: wij mensen zijn altijd bezig met op zoek gaan naar de verschillen. Ja. Op zoek gaan naar alle dingen... die ons onderscheiden van elkaar. En dan denk ik altijd van... maar waarom gaan we niet op zoek naar de dingen die ons verbinden? Want elk persoon heeft dromen, heeft angst... wil liefde, wil, wil dat zijn of haar kinderen groot worden... dat de dromen van die kinderen ook uitkomen... en dat die kinderen op een gegeven moment ook weer kinderen krijgen. Iedereen wil... Het Iedereen, beste wil, het hetzelfde. Iedereen ja. wil hetzelfde. Ze ja. willen een dak boven je hoofd, dat ja. je te eten hebt, dat je in rust kan leven, dat je kinderen kan opvoeden, dat je vrienden hebt, dat je kan lachen, dat je kan huilen. Dat is wat je wil. Maar hebben we niks geleerd van, 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 van hoe lang wij op aarde zijn, hebben we niks geleerd ja. van de slavernij dat het fout was. Ja. Hebben we niks geleerd van de Holocaust? Hebben we niks geleerd van hoe wij landen binnenvallen, hebben we niks geleerd. Ja. Nee, blijkbaar niet. Het ja. moet elke keer weer gebeuren. En wie zijn de slachtoffers? De gewone, de gewone ja, mensen. mensen. Ja, onschuldige mensen. Kids die... Ja, dat en, breekt mijn hart, man. Ja, Als... en daarom, ik kan wel praten, maar ik denk, wie ben ik nou, man? Wie ben ik nou om... Uh, ik heb ook geen verbeelding dat ik het kan stoppen. Maar ik zie wel wat er gebeurt en ik wil wel mensen wakker schudden van... Hé, luister, dit, dit, wat is, er, wat, wat is ja. er aan de hand met jullie? En vooral de, de influencers. Weet je, ik kan ook niemand persoonlijk gaan aanspreken. Maar ik denk, je hebt zo'n groot bereik... Je bent de hele dag bezig met allemaal mooie dingen aan te prijzen. En je bent zogenaamd ambassadeur van een of andere uh, goede rechte ding. Ik zeg, en nu dan? Waar, waar, nu hoor ik je niet, man. Ja. Kijk, je hoeft niet de kant te kiezen. Ik zeg ook nogmaals, je hoeft geen kant te kiezen. Want dat is vaak met... Maar wees redelijk. Ja. Roep op tot, we stoppen ja. met vechten. Ja. Aan beide kanten. Ja. Beide kanten, weet maar je Maar wat mensen wat zijn ook je... selectief, Want ja. je. Mensen die voor goede ja. doelen zijn, of die... Ja. Pretenderen voor goede dingen om te komen. Maar het is wel, het is wel gelinkt aan als het mij uitkomt. Het is... En als het in mijn straatje past. Ja. En heel veel mensen zijn bang. En als we dan nou toch over het hele sociale media gebeuren. Ja, ze zijn bang voor hun sponsoren. Want die, die worden gesponsord door uh, ja. een, een, een McDonald's, een Coca-Cola... en alle andere grote bedrijven die heel veel macht hebben. En heel veel geld pompen in campagnes. Ja, weet je... Mensen zeggen, ja, ben, ben je niet bang gecanceld te worden? Ja, wat, wat is het gaat niet om mij, man. Het ja. gaat niet om mij van hé, hey, kijk, meis. Nee, het gaat om het leed wat ik zie. En aan beide kanten nogmaals, hè, slachtoffers aan beide kanten. Maar ik zie nu gewoon wat er gebeurt. Dit is buitenproportioneel. Dit ja, is man. gewoon. Weet je, en dan, en, dan, en, dan, en dan zie je gewoon als je je uitspreekt, dat je veel harder wordt aangepakt als iemand anders die je ja. uitspreekt. Kijk naar nou, de, de, de twee voetballers die zo hard zijn aange, aange, aangepakt, die, die ontslagen zijn. Ik bedoel, hoe dan? Er is ook een voetballer die zegt: I stand with Israel. Die wordt niet ontslagen. Mensen durven gewoon niks meer te zeggen omdat ze gewoon bang zijn dat hun. Uh, ik heb het een keer in kennissenkringen. Die zeggen: Hé, hey, uh, ja, ik zag die tweet voor jou. Uh, wat bedoel je daarmee? Ja, je zag een tweet. Ja, je zag een vlag. Dus uh, vrijheid van meningsuiting mag niet meer. Kijk, oproepen tot geweld, nou dan. Maar je mening geven over iets, dat kan niet eens. In Frankrijk willen ze de, de Palestijnse vlag gaan verbieden. Dus je mag niet met een. Pal Kom op, man. Waar zijn ja. we mee bezig, man? Waar, waar houdt dit op? Er zijn op een mensen moment... die, jou bere... die, die begrijpen wat je post of die hebben bepaalde uh, overtuigingen? Ik uh... ging met iedereen in discussie. Ik ging, ja. Tot voor kort. Ja. Met iedereen in discussie. Ja, man, Najib, je moet weten dat en al heel aanslagen. Ik zeg, ja, man. Ik zeg, ik vind het erg. En ik vind het ook erg. Het is niet dat ik met ze in discussie wil om hun... Ik vind het ook erg. Uh, uh, Islam staat ook. Iemand die één mens doodt, doodt de hele mensheid. Het Gaat zelfs om één iemand dat, dat dat al verboden is. Maar dan zeg ik, maar, ja, maar je ziet toch ook wat de Israëlische regering nu doet? En dan is het vaak, ja, maar wat bedoel je? Maar we moeten ons verdedigen. Ja, dan houdt het op. De hele tijd hebben we een gesprek ja. van we willen vrede en terreur, ik keur het af en ontvoeringen. Maar nu vertel ik jou van ja, ja, maar goed, ja, die, ja maar Hamas zit daaronder. Ja, en dan moet je al die, die moet je gewoon lukraak bommen gaan gooien. Weet je, en ja, dan houdt het op voor mij. Weet je wel, als mensen. Standvastig zijn van, ja, maar wij zijn het volk en de rest is ondergeschikt. Weet je, dat is ook zo'n ding, weet je wel. Wij zijn beter. of eh, ja. Vroeger met de, de slavernij. Ja. Ja, dat, uh, ja, die donkere mensen, ja, die moeten voor ons werken. Ja. Als ze dat niet willen, gaan, gaan we ze slaan. Hoe dan, bro? Ja. Hoe heeft dat zo lang kunnen duren? Ja. En, en is het afgelopen, afgeschaft? Denk je, oké, okay, we hebben geleerd. En dan komt de Holocaust, weet je wel. Ja. Ik, ik, weet je, ik... ook de relatie tussen uh, Marokko en, 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 en Marokkaanse Joden. Heel weinig kennen dat. Waarschijnlijk jij ook niet. Dat was de Marokkaanse sultan, of de, de, de koning, Mohammed V. Voordat ik dingen zeg die niet kloppen. We hadden heel veel Marokkaanse joden die leefden in, in Marokko. En tijdens de Tweede Wereldoorlog werd gezegd: van... Uh, Oké, okay, jullie moeten ze allemaal registreren en ze moeten allemaal een, een, een ster op daar in Marokko. Toen zei onze koning, en uh, uitleveren. Toen zei de koning: Nee, nee. Hij zei, Deze mensen, het zijn mijn mensen. Het zijn ook mijn. Die heeft ze beschermd. Maar dat hoor je nooit terug op scholen. Je hoort alleen maar ja, maar Marokkanen en, en Joden is altijd. Uh, ik zag laatst een, een, een vrouw op tv. En die kraamde zulke onzin uit. Ja, van moslims. Zegt ze begrijp ik het wel. Want die zijn altijd al uh, antisemit, anti-joods. Ik zeg waar kom jij daarbij man? Wat zeg jij? Serieus? Are you serious? Ja, ja, ja. Ja. Maar Dat soort dingen worden geroepen. Ja. Weet je wel, denk eerst na voordat je iets zegt. Maar heel vaak worden onwaarheden ook verspreid als waarheden. Ja. Omdat dus als je vaak genoeg een leugen ja. vertelt ja. Of, een, of, of, een, of een feit wat totaal niet klopt, maar voor jou een feit is, dat gaat op een gegeven moment leven. Het zijn net urban legends. Het zijn ja. bepaalde verhalen die door mensen verteld worden en dan wordt het als waarheid aangenomen. Dat is ook gevaarlijk, ja. Ja, dat is, omdat is als jij gevaarlijk. mensen ja. om je heen hebt die onwetend zijn, ja. die kunnen dingen in je hoofd stoppen. En dan denk jij, ja, maar het is toch zo? Ja. Maar, maar heb je het opgezocht? Ja. Hoe weet jij dit? Ja, heb je onderzoek het is gewoon zo. gedaan? Ja. En dan moet je ook nog kijken waar je het op zoekt. Weet je, ja, ja, het, ja zeker, da zeker. Daarom ben ik ook zo boos. Kijk, de media laten een beeld zien. Dus het is vaak eenzijdig. Ja. Of het nou de NOS is, of ik spreek ze erop aan. En ik zeg, hey, NOS, ik zie dat jullie dit doen. Maar hè, het is, uh, in, in Israël is er dan, als er iemand doodgaat, is, uh, 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 is die vermoord. En uh, aan de andere kant is die, uh, die doodgegaan. Ja. Hoe, hoe bedoel je? Dat is toch allebei als je door geweld. Dan ben je vermoord. Ja. Ja. En, dus en, en dat maakt me zo boos, man, dat je. Ja. Nee, ik vind, daarom vind ik ook belangrijk dat ook mensen zoals jij, Nasser is ook gepassioneerd. Nasser die komt ja. binnenkort ook in de podcast. Hij is ook gepassioneerd en hij schrijft. En je merkt ook dat het hem ook raakt ook het feit dat hij ook vader is. Dat heb ik ook, weet je. Als ja. vader zijnde vind ik het heel moeilijk om uit te leggen van... hoe oneerlijk de wereld kan zijn. Want maar zeg maar, dat... als aan kinderen komt en, ja. en onschuldige vrouwen. Ja. Weet je, dan zie je die beelden dat gewoon ja. mensen dan, dan... denk ik, ja, maar waar zijn we mee bezig als ja. mensen zijn? Maar dat is het. Elke, elke dag denk ik, oké, okay, vandaag even rustig, weet je. En dan zie ik weer beelden en dan krijg ik weer wat doorgestuurd. Dan denk ik, ja man. Weet je, ik, 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 ik moet iets zeggen. En nogmaals, het is best gevaarlijk om alles over te nemen. Dus ik dubbelcheck dingen gewoon. Yeah. Want ik deed ook wel eens iets posten. En dan zei iemand, hé man, dat is uh, drie jaar geleden. Dat is het gevaar daarvan, yeah. weet je wel. Maar het raakt me. En het raakt me omdat ik gewoon mens ben en ik zie andere mensen. Yeah. Weet je, en nogmaals, dit, 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 dit was er al. Alleen het wordt nu gefilmd. Yeah. Weet je, eh... Uh, uh, um. Er is al heel veel leed waarvan wij niet afweten. Ja. En daarom denk ik van ja, maar nu wordt het gefilmd. Ja. Weet je wel, als journalisten worden geweigerd of worden vermoord. Er ja. zijn iets van 86 journalisten al vermoord. Ja, dat is bizar, man. En ik zag uh, onze minister van uh, ex-minister van Veiligheid. die zich heel boos maakte. omdat de journalisten werden aangevallen in. Uh, in uh, waar was dat? met uh, Sunderklaas. Ja. ja. Sprak ze de... Ja, dat kan echt niet. Ik denk, maar oké, okay, dat kan ook echt niet. Maar ik heb hier nog geen woord gehoord over die 86 journalisten die zijn vermoord, man hoe dan, Bizar. weet je, en dat is zo oneerlijk. En nogmaals, ik, ik ga het probleem niet oplossen, maar ik blijf gewoon mijn gevoel uh, 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 uitdragen. En als iets recht is, iets is iets recht. En iets krom is krom, weet je. En dan kun je me wat je wil, kan je me cancelen. kan je niet meer naar mijn show komen. Maar er is een hele andere wereld op social media en de echte wereld heb ik ook gemerkt. Klopt, social Want je media denkt, is. is als die is mensen de... die wat zeggen, dan kom je op straat en dan, ja. weet je, laatst ook was ik aan het padellen en dan komt een jongen op me af met een keppeltje. Die was ook aan het padellen. Dus, en hey, die was goed. Even een foto met je maken. En ik sta zo van, oh, wacht even, maar ik, ik heb je niet gelezen dat ik niet tegen jou ben, maar tegen de... Helemaal niet bro, helemaal ja, niet. Ja. Hij zegt, ja je had vorig jaar ook nog een filmpje ingesproken voor dingen. En dat is menselijk, weet je ja. wel. We kunnen, ik kan het niet eens zijn met jou, maar dat wil toch niet zeggen dat ik jou haat of dat ik jou... Klopt. Dan kunnen we erover praten. Klopt. En net wat je zegt, zoek naar die, naar die dingen die, zo die ons die Zoek ons verbinden in plaats ja. van de dingen die ons... Ik ben nu ook voor, voor een vluchteling, uh, ben ik ook een buddy geworden. Ik heb zo'n buddy. Okay. ...want uh, dan kan je dus op een gegeven moment hij bij je thuis? Je Nog niet. Waarom uh, niet? Dat is <laughs> de, okay. de, dus de tweede stap. Dan komt hij bij stap. je thuis, dan gaat hij op okay. je bank zitten. Ja, maar ja. uh, Oesman... Uh, oh. ja, ...een hele toffe guy. Is hij voetballer? En, en ik, uh, nee, maar ik ga kijken of hij misschien kan voetballen. Gaan we hem op het veld zetten. Nee, maar hij, hij, wat ik tof daaraan vind is... ...want laatst stelde je de vraag... ...maar waarom doe je dat? Ik zeg, ik vind het belangrijk om... Uh, ...kijk... Voor heel veel mensen die hier naartoe komen. Heel veel mensen zeggen van ze zijn gelukzoekers. Nou, maar geloof mij nou, maar die mensen laten alles achter. Ja. Dus jij moet je voorstellen dat je alles achterlaat wat je kent. Je huis, je familie. Ja. Alles wat een onderdeel is van jouw identiteit, laat ja. je achter. Ja. En je komt in een vreemland waar heel veel mensen je dat ook niet willen. En je spreekt de taal ook niet. Dus je moet je voorstellen hoe eenzaam je je kan voelen. Ja. Als ik als Buddy de transitie iets makkelijker kan maken. Of kan zorgen dat je dus. Toch denk van hé, hey, iemand geeft om mij. Want ja. ik, ik heb altijd geleerd van mijn moeder: van we zijn allemaal God's children. Wat voor geloof je ook hanteert, we zijn allemaal zeg maar, part of the human race. Laten we daarop focussen. Ja. Laat die menselijkheid in je zien. In plaats ja. van dat, dat, dat boze van jij hoort hier niet, vriend. Ja. Jij zou willen dat iemand jou ook zou opvangen ja. als je daar behoefte aan hebt. Jij zou ook willen dat iemand zich om jou zou bekommeren. Ja. Want wij leven vaak in een wereld waarbij wij denken: ja, maar wij kunnen van alles en nog wat vinden. Maar jij, you're living privilege. Er zijn mensen die het veel slechter hebben dan dat jij het hebt. En vind ik vind het belangrijk om ja. op mijn manier te kunnen helpen. Dus ik heb vandaar dus een buddy. En wat ik dus belangrijk ook vind, wat jij ook goed doet en wat ik ook zag was toen de aardbeving plaatsvond in Marokko dat ik ook zag van dat iedereen weet je uh, ging dingen sturen dat vond ik ook tof ja. Ja, ik belde ja bro kan ik iets op de radio erover ja. vertellen een schoen had je ja, gestuurd uh, toch ja ja schoen <laughs> een we misten die andere nog ja. <laughs> nee, nee maar dat vond ik, dat ja. vond ik tof dat je maar dat, dat is kijk dat is natuurlijk het is Marokko je hebt er wat mee je hebt een familie maar Turkije ik heb geen familie in Turkije. Ja. Maar ik vind het even erg. Haiti, ja. Ja. Uh, de ja. tsunami. Ja. Weet je, overal waar je kunt helpen. En laten we eerlijk wezen: als we teruggaan, weet je, dat is een heel ander verhaal. Aan waar hebben wij deze rijkdom te danken? Ja. Weet je, waar hebben wij het vandaan gehaald? We hebben het daar vandaan gehaald. En, weet je, en, en die mensen die hebben niks. En die denken: ja, wacht even. Wij willen ook, uh, weet je. En, en dat, ik zat ook te denken: van ja, weet je, gelukzoekers. Maar ik ken ook mensen in Marokko die bij mij in de streek wonen. Die afgestudeerd zijn. Gewoon echt high. Universiteit. Maar er is geen werk, broer. Er is geen werk. Er is geen moer. Er is geen uitkering daar in Marokko. En die zeggen ook, hey, luister, ik wil ook naar Europa. Ik had het ook gedaan als ik niet naar Hali mocht, maar naar Jeepem En er was geen werk. En ik zag elk jaar al die Marokkanen komen. En die komen feesten met dikke waggies rijden. En ze hebben het allemaal goed. En dan zou ik ook denken, ja man, ik wil dat ook graag. Dat is niet in mijn land. Maar dat is wel daar in Europa. Ja. He, want daar zoeken ze mensen. Ik zou precies hetzelfde doen. Ja. Dus om nou te zeggen van, ja, gelukzoekers moeten we de buiten deur houden. Kijk, je kan niet iedereen binnenlaten. Dat snap ik ook wel. En als eerste denk ik, moet je mensen binnenlaten die echt vluchten, omdat er in hun land geweld is. En vooral kinderen en vrouwen. Die moet je gewoon, weet je wel, ja. eigenlijk zonder enige vorm van uh, uh, toelating. Want, luister man, als, als, als hier zo wat zou gebeuren, en ik kon mijn kinderen en mijn vrouw wegsturen en ze werden aangenomen... dan blijf ik hier wel vechten in mijn land. Hè? Ja. Als ik maar weet dat mijn vrouw en kinderen ja, goed, ergens een veilig ondernemen. Ja. En nogmaals, niet iedereen is zo. Want soms zeggen ze, ja, maar Nederland, Nederland heeft heel veel mensen opgenomen. Weet je? Niet dat ik het op wil nemen voor de, voor de, voor de, voor de PVV-stemmers. Heb je ook mensen, ja, maar PVV, we moeten allemaal weg. Nee, we moeten helemaal niet weg, broer. We moeten helemaal niet weg. Ja. Er is gewoon een verharding aan de gang en die is al een tijdje aan de gang in heel Europa, in de maatschappij. Weet je, en ja, de maatschappij, dat zijn wij. De maatschappij is de regering die wij hebben. Was je Daar... niet? Van, ik schrok wel van, van de, de hoeveelheid. Ja, ja, ja. ja, ja absoluut. Ja. Ja. Dus ik dacht, oh, de oh, ja. escalated creepy. Ja. ja, ik dacht, oh, waar komt dat in hemelsnaam <laughs> vandaan? Ja, ik zag gelijk al die memes alle foto's ja. van, van gasten die ja, met koffers ja, weg... Ja, precies. Maar dat vond ik... Ik, ik heb daar ook aan meegedaan. En er waren mensen, ja, maar je moet niet de boel opstoken, want het is heus niet zo. Ik zei, hé, hey, het is een joke, man. Ik ga nergens, vriend. Ik ja. ga nergens heen. Ja. Kijk, dat is ook zo'n ding. Dan vragen ze, ja, wat vind je ervan? Ik zei, ja, wat, wat moet ik ervan vinden? Dat is, dat is, Twee miljoen mensen hebben besloten om daarop te stemmen. En De reden is: de een heeft het over migratie, de ander wil het veiliger. Maar er zijn ook heel veel mensen die zeggen: luister, ik heb hem gestemd omdat die anderen er een puinhoop van hebben gemaakt. Ja. Klopt, heel me veel mensen wezen, hebben dat. Ja, ja puinhoop daarvan ja. gemaakt. Alleen het is niet zo de bedoeling dat van al die puinhoopen die ervan gemaakt zijn, dat je met één vinger kan zeggen: ja, maar dat komt door de migratie. Dus alles komt door die migratie. Ja. Nee, dat, dat, is, dat, is, dat is niet waar. En om mensen gerust te stellen van ja, maar we moeten niet weg. Nou, hij heb zelf gezegd: nee, ik ga niemand wegsturen. Weet je, en ik ben de minister van iedereen. Ja. weet je, hij parkeert ook al die dingen even. Geen moskee, allemaal in de koelkast. Ja. Weet je, in de koel. Maar ja, die koelkast kan op een dag open. <laughs> en dan ontdooit hij. Het. zei, is nog geen prioriteit. Ja, nee. maar ik geloof niet, ja, weet je, nogmaals, ik geloof in het goede mensen. En natuurlijk heb je racisten ertussen staan. Maar heel veel mensen heb ook armoedecrisis, een woningcrisis. Ja. Dat, dat zijn dingen, weet je wel, waar we het net over hebben. We willen allemaal leven, we willen allemaal werk. En als dat er niet is, door een of andere reden, nou ja, ja. heel veel redenen zijn er ja. natuurlijk. Er hoeft maar een oorlog en onze gasprijzen gaan omhoog. Er hoeft maar dat te gebeuren. En, uh, ja. Snap je? Ja. Dus het is, het is, het is angst. Het is angst voor het vreemde, angst voor, voor andere mensen. Want nu hoor ik weer dat we gewoon heel veel mensen nodig hebben om te werken. Er komen gewoon straks mensen tekort door de vergrijzing. Ja. Nou, waar ga je ja. die vandaan halen dan? Ja. Weer importeren. Ja. En bijna alle mensen die hier zijn. Dat vind ik ook zo grappig. Dan heb je van die mensen van. Ja, maar. Marokkanen, Turken, altijd. Maar bijna alle mensen waar je om klaagt. Die heb je hier gehaald. Ja. Ze zijn allemaal gehaald. Ja. En wanneer je op het gevoel hebt. dat je ze niet meer nodig hebt. dan weer ze ja. weer wegstopt. Dat vind ik ook zo hypocriet aan mensen, aan zich. Dat mensen zeg maar. Altijd je willen gebruiken, 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 gebruiken. Ja, ja, als je even... het goed doet, dan hè, ben, je, ja. ben je een van ons. Doe je iets slecht, dan hoor je het ja. erbij. Dat is natuurlijk ook weer hypocriet, natuurlijk. Ja. Ik zeg altijd, doe je research, ja. man. Het, het verhaal zit heel anders in elkaar dan je denkt. Ja. Ja, iemand zegt soms... Ja, maar Fernando, die slaven, verleden, is lang geleden. Ja. Ja. Ik zeg, sinds wanneer zit er een houdbaarheidsdatum aan leed? Ja. Dus jij zegt, nou, weet je wat? Ja. Spawn, ja. Oh ja. Maar ik ja. zie toch nog steeds, zeg maar... De, ja. de, 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 de racism nog steeds terugkomen. Ja. En denk niet dat omdat jij niet slavernij misschien op die manier hebt meegemaakt, ja. dat ook jou ook geen onrecht gedaan kan worden op een andere manier. Ja. Dus ik ben ook een voorstander van I keep the energy the same. Want ik ben net zo fanatiek ja. voor, zeg maar, als ik zie wat, wat, wat er met de Palestijnen gebeurt, als met black people. En wat, omdat ik vind het is, een, het is misdaad tegen de mensheid. Ja. Misdaad, mensen opsluiten, apartheid, discriminatie. Ja. Het is allemaal, je kan het allemaal één koken gooien. Het ja. is wat mensen niet willen. Ja, Weet je? En als nou de meeste mensen zich daarop uitspreken. dan zou dit er niet zijn. Maar heel veel mensen zwijgen omdat ze bang zijn. omdat ze belangen zijn. Ja. Weet je? Ik wist ook niet waar, waarom. waarom stemmen ze niet voor. Een... Oh, wacht even. Ze hebben heel veel olie en dingen en gas ontdekt. Ja. En in Engeland is de vrouw van de minister. heeft een bedrijf. Weet je, als je dat zo na gaat googlen. en puzzelen. gaat het om hele grote. Alles gaat om belangen. Omdat uiteindelijk zijn het weer. mensen die. Ja. Dingen willen. Ja. Dus we gaan weer naar de kern. Mensen hebben iets in zich dat sowieso destructief is. Ja. Dat, zit, dat zit gewoon, dat moet gewoon aangewakkerd worden. Ja. Als je heel veel geld hebt en je bent al een beetje destructief in je hoofd, gaat het alleen maar. Kijk wat geld doet. Geld vergroot dingen. Hmm. Geld, geld, geld maakt heel veel kapot. Geld, ja, en geld... geld mensen vermoorden voor geld. Ja. Dus, uh, ja. Mensen liegen voor geld. Ja. Het is echt een, 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 een middel geworden. Vroeger had je ruilhandel. Ja. Dan had jij, uh, had jij kippen en dan had ik uh, eieren. Oh nee, ja. Ja, als je kip hebt, heb je ook eieren. Ja. Maar jij had, ik had vis. Ja. Dan zei ik, Joh, ik zou wel een kip van jou willen. Dan zei ja. jij, wat heb jij dan? Nou, ik heb een vis. En je ruilde. Ja. En zo had je genoeg. Ja. Maar mensen wilden meer. Weet je, mensen wilden meer. Ja, we willen en kip en dit en dat en vis. En uh, we gaan het bewaren. Dus we moeten een ding kopen. Ik wil nog meer vis. En, uh, ja. Weet je, het, het, het ja. hebberigheid. Ja. Greed. Weet je, wel? je wil maar hebben, hebben. En dat zie je natuurlijk nu ook in, in deze wereld. Het is allemaal, ik moet dit hebben. Ik moet, Mensen hebben een iPhone 14 en hij is uit. Denk je, die moet ik hebben. Maar is die stuk die andere? Nee, maar die is beter. Die is nieuwer. Klopt. Het is hebben om te laten zien wat je hebt. Terwijl de mensen die leven van 1,50 dollar 50 en ja. die kunnen amper rondkomen. Die moeten keihard werken en de volgende dag nog een keer en hopen dat ze datzelfde. Het is gewoon niet eerlijk verdeeld. Ja. Als we daarmee beginnen, met die eerlijke verdeling. Hier worden, gaan mensen dood omdat ze te dik zijn. Ja. ja obesitas, omdat ze te veel vreten. Ja, ja. En daar gaan ze dood, omdat ze niet hebben te vreten. Ja. Hoe dan, bro? Ja. Dat verschil is gewoon te groot. Ja. En dat zie je, ja, weet je... Natuurlijk heb je dat in Nederland ook, hè. Een op de acht kinderen leeft in armoede. Gaat zonder ontbijt naar, 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 naar school. Bizar. Het is gewoon bizar. Ja, en, en, en dan zie ik, weet je wel, als ik naar een restaurant ga... of ik zit weer ergens op een, 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 een... vakantiebestemming... en ik zie het ontbijt en wat daar over is... en het wordt allemaal weggeflikkerd... Ja. Ja. ja, Wij leven echt in rijden, want ik denk het feit alleen dat wij in staat zijn om elektrische fietsen te kopen, iets wat zeg maar, voorheen alleen werd geassocieerd als je bejaard was, dat is ja. hip geworden. Of je had iets? Ja, je had iets. Dus gewoon, hip, nee, het is gewoon hip. Je gewoon 2, 3, 4 euro ja. aan een fiets kapot, kapot, ja. nog eentje. De batterijen, en... die batterijen, ja. we weten waar het vandaan ja. komt. Cobalt, Congo. 6 ja. miljoen mensen al op de vlucht. Ja omdat ze elkaar uitmoorden voor de, de batterijspul en voor in de telefoons ja. en voor de elektrische auto. Ja, ja het, het klinkt allemaal wel heel mooi hè, dat de we moeten overgaan op dingen, maar wie, wie betaalt de prijs? Ja. ja. Er is ergens iemand die de prijs betaalt. Ja. Er zijn ergens mensen die, omdat wij hele mooie shuts willen hebben, ...die zijn aan het naaien voor een, voor een euro per dag. Ja. Weet je. Maar zijn, zijn het ook onderwerpen die je ook verwerkt in je nieuwe show? Ja, ja, absoluut. Ik, 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 ik heb het erover. Ik heb het ook over, over dit, wat ik nu aan jou vertel. Over dat ik me uit over, over het leed daar in Gaza. En dat het niet iets is van, van een datum, maar dat het al veel verder terug gaat. En waarom mensen dat doen. En waarom mensen mij daarop aanvallen, omdat ik een mening heb. Want het is, het is, ik bedoel, wie ben ik? Hè? Ik ben niet een commandant of een, weet je, of een influencer. Mensen zeggen, ja, maar je hebt invloed. Ik, ik heb niet dat ik een influencer ben, bro. Ik ben gewoon een guy die mensen probeert te lachen. Maar als ik iets serieus vertel, dan is het ineens: ja, maar dat moet je niet doen. Hoezo moet ik dat niet doen? ...maar denk ik dat ik geen gevoel heb. Nee, nee. Oké, okay, vertel mij eens hoe mijn kinderen moeten uitleggen... ...wat daar gebeurt. Vertel jij het me maar. Gewoon de eerlijke manier. Vertel maar. Wat moet, ik me, wat moet ik mijn kinderen vertellen? Dus laat mij gewoon lekker mijn ding doen. En nogmaals, dat wat ik niet zie op de media... ...vertel ik in mijn eigen show ja. aan die mensen. En je hoeft er niks van te vinden... ...maar het blijft doodstil. Het blijft doodstil, omdat mensen toch zoiets hebben van... ...ja, het hm. is dus nog, nog niet één keer voorgekomen... die zeggen, ja, maar... ...nee, je ziet gewoon wat onrecht is, of niet? Ja. En aan de andere kant nogmaals ook, hè? Ik bedoel, want dat moet je elke keer erbij zeggen, want anders ja, maar je hebt. Nee, ik zie het. Weet je, terreur is niet goed. Terreur is, daar word je bang van. Maar dit, wat is dit? Dit is ook ja, terreur. Ja. Dit is terreur ja. van het hoogste niveau en iedereen kijkt mee. En Amerika probeert al zijn wapens daaruit. En alle wetten worden overtreden. Fosfor, er wordt fosfor ge ge gebruikt. Dat, dat brandt door je botten heen. Ja, weet je, en als dat elke dag gebruikt en ik ben stil en iedereen is stil. Ik denk dat we dan gewoon over een tijdje gewoon geen mensen meer hebben. Daar. Ja. En nogmaals, die, die Arabische landen kijken ook allemaal naartoe. Weet je, daar komt ook geen hulp van. Het is een rare wereld, man. Dit is zo'n beladen onderwerp. Ja. Maar toch, er moet iets gebeuren. En het eerste wat ik vind wat moet gebeuren is. staakt het vuren. Ja. En begint te praten. Ja. Al dat geld wat jij stopt in bommen en granaten. stop dat in. in, 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 in weet ik veel mensen daarheen sturen ja. om te praten. Doe dat. Ja. En Rusland precies hetzelfde. Oekraïne, ik bedoel, Oekraïne natuurlijk, het wordt aangevallen miljarden gaan daar naartoe. Het zijn bommen, maar het is weer geld, bro. Het is een Bedrijven verdienen hier miljarden mee. Als er geen oorlog is, dan zorgen we wel dat er een oorlog komt. Dan hebben we het weer. Geld. Oh, als we ja. geen geld sorry, zouden hebben, zouden we gewoon happy... Als je geen geld zou hebben, zou je met water gooien of met ja. stenen. Maar ja. <racht> ja. maken bommen die uh, ja. uh, overal heen kunnen gaan. Ja. En, uh... Tegenwoordig hebben we ook AI, uh, dus dan gaan we waarschijnlijk nieuwe bommen bedenken ja. of... Ja, maar ik, ik, ik schaam me soms echt, zeg maar, als ik kijk gewoon naar waar, waar we mee bezig zijn. Ik denk van, dit moet gewoon... Maar daarom is het belangrijk, dus mensen die kijken en delen... Uh, ja, spreek je waarheid en zorg ervoor dat, dat onrecht niet cgv'ert, is. je? moet zorgen dat je gewoon... Ja. Je moet voor... voor, voor ja, laat je menselijkheid zien. Absoluut. Maar laat ook de mensen zien die... Weet je, die, kijk natuurlijk, weet je, ik en Nazadeen en, en Giandino... Maar het zou ook mooi zijn als gewoon ja, de, 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 de niet uh, gekleurde mensen zich ja. uitspreken. Ja. Weet je, anders is het weer een ding van: oh ja, maar dat komt omdat jullie. Nee, man, we zijn mensen. Ja. We zijn gewoon mensen. Voor Oekraïne heb ik me ook uh, kwaad gemaakt. Ja, klopt. Snap je? Ik bedoel, ik ken geen Oekraïners. Ja. Oek Oekraïne. Ik Oekraïne. <laughs> weet het niet eens uitspreken. Oekraïne. Maar. Ja. Uh, maar snap je, ja. het gaat om mens zijn, man. En wat doe je als mens? Je helpt elkaar. Als iemand je hulp vraagt. Moet je diegene helpen? Zo ben ik opgevoed. Als iemand mij hulp vraagt en ik kan je helpen, help ik je. Wat gaan we dan nog meer zien doen in het nieuwe jaar? Want 2023 is bijna voorbij. 2023, kijk, wat ik nu ga doen. Er zijn nog een paar dingetjes die ongezond zijn. Dat is het eten. Ik weet niet meer of ik in de camera kijk. Dat is het eten wat ik doe. Ja. Het is gewoon, ik, ik was goed bezig. Ja. Ik was 10 kilo lichter. Ik heb het gewoon laten vallen. Ik denk, ja, bekijk het maar. Maar nee, man. Dus je gezondheid, sporten. Ik sport vier keer in de week. Door drukte. Ik heb altijd wel een smoes. Ik ga proberen mijn mindset in het nieuwe jaar, ook lichamelijk, ja. dat ik er nog sterker ben. Ja. Ik ben hier al sterk, maar nog sterker en dat gezondheid. En ik ga stoppen met roken. Want dat is ook nu klaar. Oké. Okay. Ja. Klaar, heeft gezegd zo? Ja, ja, ik heb het gezegd. Het is Kijk nu. Done. Als je me ziet, je ziet me ik Kom daar me toe en geef me een klap in mijn gezicht. <laughs> Met zo'n stok achter de deur, toch? Ja, yeah. heb heb hem verteld. Yeah. Dus dat is wat ik ga doen. Ja, weet je, en ik, ik, ik nogmaals, weet je, ik heb, ook, ik heb ook nog een gezin en een vrouw en een familie. En dan wil ik gewoon, de tijd dat ik hier ben, wil ik daar gewoon, weet je wel, gewoon mooie momenten, goede momenten mee doen. En, en met vrienden, weet je wel, het kan zo voorbij zijn, broer. Ja. Het kan echt zo voorbij zijn, weet je wel. En nogmaals, ik ga door met strijden, of dat nou uh, voor deze zaak is, of uh, als ambassadeur voor de Johan Cruijff Foundation of de voedselbank. Weet je, als iedereen iets zou doen voor een ander, zou de wereld er heel mooi uitzien. Mooi. Absoluut. Sowieso. We gaan een mooie show maken. Sowieso dikke shout-out aan jou. Dankjewel, bedankt. En bro. ik wil uh, dat je weet, zeg ik al tegen mensen die hier komen, het is ook jouw platform. Wanneer je wilt praten, dit is de plek waar je kan praten. Dankjewel. Uh, Real Talk is gewoon een, een, een platform, talk een talkshow waar je gewoon lekker gewoon in een sfeer... Gewoon je kan luchten, Zo, zonder ja. dat iemand gaat knippen ja, en je gaat, ja. in de reden gaat vallen. Ik mis wel nootjes en dat soort dingen. Nootjes? Ja, nee, ja gewoon. Zo'n okay. talkshow met lekkere dingetjes. Oh nee. Die met ja. die oude nootjes. Ja. Waar iedereen in zit. Oh, Dat maakt mij niet uit. Draaien. Gaan we regelen. Ja. Ja. Zijn er sponsors die... Uh, trouwens, alle geïnteresseerde sponsors met noten. En allemaal leuke dingen. En die echt willen betalen. Reageer. Neem gewoon ja. nootjes. Pout bij. Pout bij nootjes. Nee, maar shout-out naar jou, man. En weet dat je altijd welkom bent. Uh, Dankjewel, broer. Ik denk dat het weer uh, tof was. vorige keer waren we... Ik was zeggen, een Zingodoom, maar een Harbour Club. Club. Dus mocht je het eerste deel niet gezien hebben, check hem. Ik zal de link hier ook onder zetten. Hij is eerder hier geweest. Vier jaar later is hij er weer. Jij is het al vier jaar later? Ja, ja voor vier jaar, was. we hebben drie. Hij wow. ja, was net voor corona ook. Oké, okay, ja. Drie jaar, denk ik. Drie jaar? Ja, dat denk ik, maar dat weet ik niet zeker. Dat twijfel ik zeggen. ook. ja was in ieder geval een paar jaar geleden. Ja, een paar jaar, ja, jaar geleden. Ja. Ja. <laughs> We worden oud bro. Een paar jaar geleden. Ja. En dan ga je sowieso uitnodigen bij mijn theatershow uh, Mama Wat Is Papa. ga ik zeker komen. Dus zeker. inshallah met yes. Gods wil in uh, 2024 toeren. Dankjewel. Thank you very much. Alle kijkers, luisteraars, dankjewel. En uh, volg hem. Good vibes. doen niks. Real Talk.